Welkom bij het Deventer Denk Mee Festival in onze prachtige bibliotheek in Deventer. We hebben een heel rijk programma. We gaan heel veel leuke dingen doen. We hebben een talkshow, we hebben muziek, we hebben, ja, wat hebben we eigenlijk niet? We hebben een panel met Bert Huisjes, baas bij WNL, Kekli Gücel, voormalig Kamerlid. En ook studenten komen aan het woord. En we hebben raadsleden die de afgelopen weken allerlei brieven van jullie hebben ontvangen. Met suggesties om dingen beter te doen, anders te doen. Ook om inspiratie te geven. Ik ben niet alleen vandaag. Ik ben onder andere met Alice van Diepen. Hallo Alice. Wat is jouw rol hier bij de bibliotheek voor de mensen die dat niet weten? Ik mag directeur zijn van deze mooie bibliotheek. Je bent zelfs de directeur. Hoe is het de afgelopen periode? Want jullie mochten natuurlijk niet volledig open zijn. Nee, inderdaad. Wij zijn afhaalpunt, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, we zijn afhaal- en inleverpunt. Maar ja, we hebben dit eigenlijk omgebouwd tot een online activiteit. Ja. En de crux was eigenlijk in de aanloopperiode om stemmen en meningen van de Deventenaren op te halen. Mm-hmm. Van hoe ziet Deventer er over 10 jaar uit? Ja. En dat hadden we bedoeld met deze bus op 20 plekken in de stad neer te zetten. Ja, dat moeten we even uitleggen. Dit is een bus en die stond op verschillende plekken in de stad. En mensen mochten hun ideeën deponeren hier. En jullie zouden alles gaan verzamelen. Klopt. Wat volgens mij ook goed gelukt is, toch? Ja, is heel goed gelukt. Een deel zit dus ook hierin. Mm-hmm. En een deel is online gegaan. Dus we zijn toen de corona uitbrak, zijn we gelijk ook online gegaan met stemmen. Dus mensen konden ook online hun mening of hun voorstel of hun idee meegeven. En waarom vonden jullie het eigenlijk belangrijk om dit te gaan doen? Nou ja, kijk, we hebben hier een fantastisch groot gebouw. Ja. De bibliotheek hoort bij de stad en we vinden het heel belangrijk dat we niet alleen laagdrempelig zijn en een soort neutraal, maar dat we ook actieve rol spelen in de samenleving en kijken wat er nodig is. En een van de dingen die wij om ons heen zien in gesprekken is dat die democratische meningsvorming rondom verkiezingen of rondom het samenleven in de stad. Ja. Dat is wel iets waarvan wij denken, daar hebben wij een rol in te spelen. Ja. Door informatie te geven, door met elkaar in gesprek te gaan. En we zijn eigenlijk heel lang geleden begonnen. We hebben ook al wel eens dat debatten georganiseerd, maar dan lukte het toch niet. Dan kreeg je een klein clubje van bekenden. Die er altijd zijn. Die er altijd zijn. Ja. En dit was eigenlijk eens een andere insteek om te kijken van, nou, kunnen we het anders doen? Kunnen we het meer mensen bereiken? Ja. En dat is gelukt, hè? Want hoeveel briefjes zijn er? We hebben meer dan 300 reacties. Meer dan 300 briefjes, dat betekent toch wel dat veel belangstelling is als het gaat om lokaal bestuur en wat hier gebeurt. Precies, ja. Ik heb een verzoek aan jou. Wil jij deze bus meenemen? Verderop hebben we een aantal raadsleden. Ja. Zij gaan kijken naar alle verzoeken. Ja. Dan kom ik straks bij je terug. Ja. En dan gaan we kijken wat we allemaal gaan zien. Oké, ik ga de bus meenemen. Ja. Tot zo. Ja, tot zo. Goed. Ik ben niet helemaal alleen vandaag. Ik heb ook een sidekick. Niet geheel onbekend in Deventer, denk ik. Want nee, zo langzamerhand begin ik wel redelijk bekend te worden, ja. Moest je daar in het begin een beetje mee worstelen? Nee, dat ging eigenlijk best aardig. Ik merkte wel dat het snel toenam. Dat ik niet altijd door had dat mensen mij al herkenden. Mm-hmm. Maar inmiddels weet ik dat mensen mij snel herkennen als de burgemeester van Deventer. Precies. Ron Keunig, de burgemeester van Deventer. Laat ik beginnen met, hoe gaat het met je eigenlijk? Ja, bij mij persoonlijk gaat het goed. Ja? Het is een hele boeiende en ingewikkelde periode. Mm-hmm. Dus professioneel gezien, zeg maar, gaat het goed. Privé gaat het goed. Ja. Maar het is wel ook wel een gekke periode. Ik vind het ook wel saai worden, maar daar ben ik geloof ik niet de enige in. Hè? En merk je iets van de frustratie die ook natuurlijk in Deventer leeft momenteel? Bij mensen, burgers, maar ook ondernemers, andere partijen. Ja. Merk je daar ook iets van als burger? Nou ja, ik vind de laatste weken met het mooie weer. Je zag met het schaatsen dat mensen enorm opgelucht waren, opgetogen en blij. Ja. En nu met het mooie weer wil iedereen heel graag naar buiten natuurlijk ook. Mm-hmm. En dus de druk begint toe te nemen op de buitenruimte. Vandaag was het op de Wellen enorm druk, zag ik. Ja. En dat is ook begrijpelijk. Dus veel mensen willen eruit en dat snap ik ook. Ja. En willen leuke dingen gaan doen. Er zijn burgemeesters die dan gelijk de boel dichtgooien en zo. Nee, ik probeer zoveel mogelijk open te houden. En gelukkig, hè, heus, we hebben hier de ruimte. Dat is echt anders dan in het Vondelpark. Ja. In Amsterdam is dat veel ingewikkelder, denk ik. Dus we hebben hier de ruimte. Dus als mensen willen, kunnen ze de ruimte ook opzoeken.
En ik zie natuurlijk ook hoe ondernemers langzamerhand, en met name de horeca en de winkeliers, die hebben het echt zwaar. En dat begint wel, die druk neemt wel toe. En nu is een aantal burgemeesters heel duidelijk geweest, heeft gezegd van ja, laten we die terrassen toch maar opengooien. Ik heb jou daar nog niet over gehoord. Nee, heb je daar een mening over? Nou ja, we hebben vrijdag nog weer extra veiligheidsberaad alleen over terrassen gehad. En met de burgemeester onderling daarover gesproken en ook met de minister. En de lijn is, de terrassen gaan niet open. En dat komt ook omdat het aantal besmettingen weer aan het toenemen is. Ja. En hier hoeft het ook niet echt. Ik zou willen dat het kan, hè, maar dat heb ik al vaker gezegd. Ja. Maar met het toenemen van de besmettingen en die Britse variant die echt nu aan het oprukken is, is het gewoon niet reëel. Nee. Maar ik snap wel dat, zoals in de Randstad, dat die ruimtedruk veel groter is. Ja. Dat misschien die terrassen wel minder erg zijn dan die parken. En in die parken zitten heel veel jongeren. Een van de groepen die steeds genoemd wordt, dat zijn onze jongeren dus. En ik heb begrepen dat jij speeddates hebt gehad met scholieren. Om toch te horen hoe zij dit allemaal ervaren, deze coronaperiode. Ja. Zullen we daar even naar kijken? Nou, leuk. Dat gaan we doen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hallo. Hi. Hallo. Ik ben Somar Jalboud. Ik ben Noah Abrahams. Ik ben Roos. Ik ben Maya. Ik ben Isis. Ik ben Elin. Elin, en jij bent? Ik ben Aishnur. En ik ben Ron. Hoi. Heeft u zelf corona gehad? Nee, ik heb het niet gehad. Ik wil het ook niet graag krijgen. Jullie? Nee. Nee, jullie ook niet. Nee. Ik ben Syrisch-Palestijns. Ik ben in Syrië geboren, maar ik ben Palestijns afkomstig. Ik vind dat in Deventer integratie heel weinig plaatsvindt. Yeah. Ik zie altijd dat Syriërs altijd samen met elkaar omgaan. Alleen die staan soms bij het stationsplein of bij het Boerielplein. Nee, dat zie ik ook wel. De toelating, de asielzoekersprocedure, heeft die bij jou lang geduurd of is het snel gegaan? Ik moest helemaal geen inburgering te doen, maar ik zat op de ISK. Yeah. En ook zelf toen ik op de ISK zat, ik vond het toen heel moeilijk om kennis te maken met Nederlandse jongens. Yeah. Ik had wel het angst dat ik raar word aangekeken. Of, Maar het probleem is van de ISK zit je weer alleen maar met buitenlandse kinderen. Klopt. Hè? Dus de ISK moet wat mij betreft ook niet te lang duren en dan zo snel mogelijk gewoon naar het onderwijs. Want dan leer je tenminste ook Nederlands kennen. Klopt. Wat zouden wij als Nederlanders anders kunnen doen? Misschien kunnen we activiteiten organiseren zeg maar in Deventer, waarbij we allemaal culturen bijeen laten komen, zodat de ene wat van de ander overneemt. Ja. Wij kunnen van de Nederlands wat overnemen. Ik denk dat heel veel van die zeg maar, partijen die zeg maar, een beetje gebaseerd zijn op angst voor buitenlanders, dat heel erg gaat over niet in contact zijn. Want het grappige is dat mensen eigenlijk echt contact krijgen. Hè? Als je echt vrienden krijgt, dan raak je geïnteresseerd in elkaar. En dan zijn die tegenstellingen helemaal niet zo groot. Mm-hmm. Maar heel veel Nederlanders die ook een soort angst hebben voor alles wat buitenlander is, die duwen dat weg en hebben dus ook geen contact. En doordat er geen contact is, blijft die angst ook bestaan. Dan wordt die soms nog wel groter. Maar waar gaat het over? Je kent het niet eens, hè? Klopt. Dus de angst voor het onbekende is ook heel groot. Ja. Wanneer mogen we weer binnen sporten? Oh, je stelt wel een moeilijke vraag. Ik weet het echt niet. Het is allemaal niet duidelijk. En het kan nog wel een tijdje duren. En ik heb het ook aan de minister die erover gaat gevraagd. Van wanneer krijgen we nou weer meer ruimte? En die is daar een beetje vaag over, vind ik. Dus die zegt dan, nou, eind mei, misschien in juni, dan kunnen we misschien wel weer wat meer dingen doen. Oké. Ja, maar je moet me er niet aan vasthouden, want ik geloof het pas als het zover is. Ja? Vergeleken met binnensteden van andere steden, hebben wij veel meer groen dat ook buiten de binnenstad ontstaat. Veel meer bomen, veel meer planten overal tussendoor. Maar nu krijg je natuurlijk veel meer een stroming vanuit de Randstad. En komen er steeds meer nieuwbouwwijken bij. En wat ik daar wel bij merk is dat er veel minder groen in de nieuwbouwwijken wordt gemixt, om het maar zo te zeggen. Vergeleken met alle oude bouw en al helemaal de binnenstad. Ja. Hoe kijkt u daar? Even los van dat het mooier is, is het ook van groot belang. Hè? Ja. Hittestress, wateropvang, zuurstof. Wat onze strategie is om zoveel mogelijk gebruik te maken van wat we noemen dat inbreiding. Mm-hmm. En dat is dat je eigenlijk de uitbreiding van Deventer zoveel mogelijk te zoeken eigenlijk in gebieden waar toch al gebouwen bestaan, maar waar die niet meer een functie hebben. Maar ik zeg er wel eerlijk bij, ik denk dat we daarmee niet gaan redden. Heel veel jongeren hebben last van corona. Ja. We lopen achter met studies, sociaal leven.
En we hebben eigenlijk geen ander dagritme dan opstaan en achter een computer zitten. Is er iets wat bijvoorbeeld wel kan? Al is het maar iets in de bibliotheek bijvoorbeeld. Ja, ik vind bijvoorbeeld heel ingewikkeld dat winkels nu wel open kunnen. Maar dat musea en plekken waar je ook gewoon doorstroomt, dat allemaal niet kan bijvoorbeeld. Of dat parken open zijn en de terrassen dicht zitten. Terwijl in die parken gaan mensen, jullie gaan ongetwijfeld ook dicht op elkaar zitten. En dat is heel moeilijk te handhaven. Dus eigenlijk zou ik zeggen, op die terrassen, kijk, binnen is al moeilijk, maar buiten is eigenlijk niet zo erg veel aan de hand. En dan heeft een terras-eigenaar of een café-eigenaar heeft er ook belang bij om te zorgen dat de afstand wordt gehouden. Ja. Eigenlijk vind ik wel dat we zo langzamerhand daar naartoe moeten. Dat er inderdaad meer ruimte komt. En vooral voor jullie, dus jongeren en studenten. Wat ik daar ingewikkeld aan vind, is dat het niet duidelijk is wanneer jullie gevaccineerd worden. Terwijl, als je wat meer risico neemt, dan zou het handig zijn als studenten en jongeren gevaccineerd zijn. Dat zeg maar eerst de kwetsbaren en dan jullie, zodat jullie weer een beetje leven kunnen krijgen. Ja. En daar hoor ik nog heel weinig over. En daar doe ik wel mijn best voor op landelijk niveau, om te zorgen dat er op die manier weer ruimte komt. Gaat zwembad ook op voor kleine kinderen? Daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Het punt is een beetje dat iedereen zoekt naar, kunnen we iets meer? En als je de één iets toestaat, dan wil de ander ook wat. Dus wij zitten heel vaak een beetje te twijfelen van, ja, als je iemand de ruimte geeft, of als je kinderen de ruimte geeft, dan komt er heel veel mensen, ja, maar waarom dan niet wij ook? Dus dat is een beetje moeilijk. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Zal ik het eens een keer gaan bespreken met de wethouder die over sportzaken gaat? En vragen of die dat kan regelen voor jullie. Ja? Gaan we dat doen. Goed. We zijn hier beland bij de raadstafel, om het even zo te noemen, met raadsleden. Koen, jij bent van GroenLinks. Waar ga jij specifiek op letten als we straks de briefjes gaan bekijken? Nou ja, ik ga vooral kijken naar de creativiteit van de plannen. En bij GroenLinks denk je natuurlijk al snel aan duurzaamheid. Dus dat zijn wel plannen waar ik op ga letten. Ja. Henk Groothuis, CDA. Sorry, wij gaan met name kijken naar ideeën die we zelf nog niet hebben. Want wij denken als raadsleden altijd dat wij het weten. Maar ik denk dat dit een hele mooie methode is om ook eens een keer wat dingen boven water te krijgen waar je niet 1, 2, 3 aan denkt. Ja. Amk Hamsa, PvdA. Jullie, wat jullie, ga jij vooral op focussen? Nou, naast de creativiteit en de originaliteit moet het ook uitvoerbaar zijn. Want wij worden geacht om het te omarmen. Dus dan moet het ook kunnen en lukken. Ja, wat hoop je vooral tegen te komen? Wat originele ideeën die makkelijk praktisch uitvoerbaar zijn om in de stad te realiseren. Ja, maar praktisch uitvoerbaar, dus je wil eigenlijk niet te hard werken. Je wil gewoon makkelijk alles kunnen doen. Dus het moet nee, maar als het iets heel groots is, dan is het veel lastiger dan wanneer het... Dus als je zegt Deventer duurzaam, dat is een heel groot concept. Dus als het in kleinere stukjes is opgedeeld, dan is het voor ons ook makkelijker te behappen. En is het zo dat, wij hebben dit nu zo georganiseerd met die bussen, is het waardevol dat we nu dit op deze manier doen? Doen jullie dit genoeg? Doen jullie het ook zeg maar buiten dit festival om? Of is het wel lekker nu dat dit gebeurt? Nou ja, vanwege corona is het natuurlijk, ons werk bestaat voor een groot deel normaal buiten corona om uit mensen ontmoeten. Hè? Als je niet uitkijkt, ga je alleen maar zitten lezen, ga je alleen maar stukken zitten lezen. Ja. Maar ik vind het juist heel fijn dat als ik stukken lees, dat ik dan ook met de mensen praat om wie het gaat. Want dan gaan dossiers veel meer leven. Ja. En dat kan nu niet in coronatijd. Dus dit is denk ik een hele mooie manier waarop we toch alle ideeën en plannen van Deventernaar te horen krijgen. Vind ik dit een hele mooie manier. Want Henk, hoe doe jij dat normaal gesproken als er geen corona is, om in contact te blijven met de bewoners van Deventer? Wat doe jij? Je hebt sowieso veel meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten met bewoners. Je hebt heel veel plekken waar je elkaar ontmoet en dat is nu weg. Ja. Dus we doen nu praktisch alles digitaal. Dat heeft ook niet alleen maar nadelen, want je merkt ook bij onze fractievergaderingen dat zich ook mensen melden die normaal niet zo makkelijk naar je toe komen. Ja. Maar de kwaliteit en de interactie en echt met elkaar in contact zijn, dat is op dit moment gewoon echt ingewikkeld hoor. En daarom is dit ook wel een mooi initiatief eigenlijk, dat je toch op een andere manier nu wat nieuwe ideeën krijgt. Maar het is
voor ons als raadsleden, ja. Dus niet op de klagen helemaal niet, nee. Maar het valt op dit moment niet mee. De besluitvorming gaat gewoon door. Mm-hmm. Er hoeft niemand zich echt heel grote zorgen over te maken. Maar de interactie en de contacten, ja. Dat is gewoon stukken en stukken minder. Nou, we gaan je daarbij helpen. Ron, jij hebt al de bus gezien. Ja. Ik ga een paar etappes terugkomen. Hè. Dus dit is de eerste fase. Wat Alice nu gaat doen is, ze is al begonnen. Ze gaat de bus openen. En eigenlijk flikkert ze gewoon alles op de tafel. Ja. Kom op, jongens. Succes, hè. Ja. Aan jullie de taak. Ja, en zijn er ook wat op de grond? Hè? Ja, dat is goed. Oh, wacht. En ik verwacht wel dat jullie minimaal de helft hebben gelezen als ik straks terugkom. Ja. Oké. Ja, we gaan ook praten met een panel. Als jullie iets willen vragen, als jullie iets willen zeggen, doe dat vooral. Ik heb hier een beeldscherm, ik kan het allemaal volgen. En dan gaan we jullie ook deelgenoot maken van dit gesprek. Met wie ga ik praten? Nou, Ron Keunig, kennen jullie inmiddels de burgemeester. Daar zit Kikkelijk Gujel, een echte Deventerse, een voormalig Kamerlid voor de PvdA. Bert Huisjes, hoe is Bert? Goed. Ja. Jij bent, hoe moet ik eigenlijk zeggen, directeur bij WNL. Ben directeur je? En hoofdredacteur van WNL. Dat is een nieuwe omroep, liberaal conservatief. Al 10 jaar bijna, hè? Toch? Al bijna 10 jaar. Ja. 30 jaar geleden werkte ik hier bij het Deventer Dagblad. Dat wil je toch even gezegd hebben? Dat wil ik toch even zeggen. Heel goed. En David Molman, jij bent student. Klopt. Wat studeer je? Bestuursstudent, hier in Deventer, in Saxion. Tweedejaars. Ja. We gaan het hebben over verkiezingen in combinatie met corona. Want dat is wel interessant. Er is een soort angst dat corona momenteel eigenlijk die hele verkiezing gaat domineren. Dat je niet meer over wezenlijke onderwerpen kunt praten, omdat iedereen wil weten, ja, wanneer komen die vaccins, hoe zit het nou precies, nou, wanneer gaan terrassen open, et cetera. Ja. Alsof dat alles momenteel aan het overstemmen is. Kikkelijk, ervaar jij dat ook zo? Ja, dat zie ik ook wel inderdaad. Ik ben er niet bang voor overigens, want we leven in ongekende tijden. Dus ik vind leiderschap in crisistijd ook wel een soort van een maatstaf voor hoe je ook met andere hardnekkige problemen in het land om kan gaan. Dus ook de kritische blik op het gevoerde beleid, ja. Op andere ideeën, daar zit ik eigenlijk op te wachten. Maar nu ben jij natuurlijk een enorme nieuwsjunkie, wij kennen elkaar. Jij zat bijvoorbeeld ook enorm op de toeslagenaffaire. Vind je dan niet enigszins teleurstellend dat we daar zo snel overheen gestapt zijn? Althans, het lijkt wel alsof dat zo snel is gegaan en dat we nu alweer over andere dingen praten. Ja, nee, daar heb je wel een goed punt te pakken. De toeslagenaffaire, dat is ook weer zo'n andersoortige crisis die ongekend is. Een hele, de rechtsstaat heeft gewoon niet goed gefunctioneerd. Mm-hmm. En daar zijn we wel veel te snel overheen gestapt. Daar ben ik het zeker met je eens. En ik vind ook dat we dat door de tijdigheid van de actuele problemen die we nu hebben, ook niet dat we dat soort onderwerpen ook niet verder ook moeten laten verstompen. Dat moeten we zelf. Daar zijn we met z'n allen ook bij, hè, om het ook actueel te houden. Om straks ook politici die gekozen gaan worden en het nieuwe parlement steeds erop bij hen onder de aandacht te brengen dat deze problemen echt wel opgepakt moeten worden. Want die het functioneren van de rechtsstaat moet hersteld, maar ook de dienstbaarheid van de overheid. Hè? Mm-hmm. De kloof ook tussen hoe beleid ook bij mensen terechtkomt. Ja. De uitvoerbaarheid van beleid. Nou, dat zijn echt grote onderwerpen die echt anders aangepakt moeten worden. Bert, als ik dan even naar jou kijk, als toch wel een machtsfactor in het hele media gebeuren. Worstel jij hier ook mee? Omdat je wil natuurlijk. Ja, zeker. Ik denk dat we een jaar geleden hadden we het over de grootste crisis en dat was de stikstofcrisis. En toen moesten we 130 ineens 100 rijden op de snelweg, wat wij een hele grote ingreep vonden. Jij, ik, alle twee, denk ik. Zeker vanuit het oosten. Als je naar het als je het beste wil, wil je graag 130. Kijk, waar we nu echt een last van hebben, is dat we eigenlijk maar met één groot probleem zitten te kampen. Corona en de coronabestrijding, veiligheid en de zorg. Ja. Maar voorheen hadden we natuurlijk met elkaar over
verschillende problemen. En tal van problemen zijn onderaan de ranking beland. Hè. Die zijn misschien niet meer in de top 3, niet meer in de top 4. Maar ja, we hebben nog steeds, we kunnen niet bouwen. Onze economie gaat hartstikke slecht. Onze schuldenlasten lopen op. We hebben nog problemen met migratieproblemen, integratieproblemen. Onze energietransitie moet allemaal nog op orde komen. Dus we hebben genoeg dingen samen te verhapstukken. Ja. Alleen, ja, er ligt iets groters bovenop. En dat is de veiligheid van onze volksgezondheid. Ja, dames, interessant dat we ook een wat jonger iemand... En jullie zijn ook allemaal heel jong, hoor. Ja, maar dan, net iets jonger dan jullie, David, aan tafel. Als jij zo luistert naar dit allemaal... waar worstel jij momenteel echt mee als iemand die ook straks mag kiezen... en al deze debatten ook hoort... Jullie zeiden net ook dat het een beetje overroeld wordt door corona. Maar gisteren was het ook een debat bij de NPO Radio. Daar ging gelukkig niet zo heel veel over corona. Dus juist ook wel over andere thema's die belangrijk zijn. Dus ik vond het ook goed dat nu eindelijk ook op tv weer of nu op de radio kwam. En ik hoop dat bij het debat in de toekomst ook dan op die manier plaats gaat vinden. En dat we ook weer gewoon ruimte hebben dus voor de andere belangrijke vraagstukken. Mm-hmm. Ja, maar heb jij het gevoel, want er wordt gezegd de rekening voor alles wat nu... de rekening die betaald moet worden, moet door jouw generatie betaald worden. Met corona bedoelt u? Ja, maar ook de crisis natuurlijk enorm. Alles wat nu uitgegeven wordt door de overheid ook, dat komt uiteindelijk in het bootje. Ja, natuurlijk. Voel je dat ook heel erg? Nou, ik denk dat studenten het vooral nu voelen met het leenstelsel. En we gaan nu gewoon de schulden in en hebben straks moeite om een starterswoning te krijgen waarschijnlijk. Okay. Daar hebben ze nu al last mee. Qua die schulden zelf, ja, dat is denk ik meer voor de toekomst. Ik denk dat Nederland er het algemeen nog steeds niet super slecht voor staat vergeleken met andere landen. En volgens mij gaat het wel een beetje om balans in andere landen, hoe dat ook zit. Dus ik denk dat ik daar nog niet zo heel erg zorgen over maak. Maar meer over studieschulden en wat daar mee gaat gebeuren. Maar is zoiets als de klimaatcrisis, hè, die uiteindelijk ingewikkelder en veel complexer is dan de coronacrisis. Is dat iets wat onder jouw generatie erg leeft? Of? Zeker. Er is zelfs bij onze studie ruimtelijke ordening ook een studie helemaal apart voor klimaat en management. Dus dat leeft zeker heel veel, ook bij de bestuurskundigen wel. Ja, zeker. Okay. Voor de mensen die denken van wie is die mevrouw die daar achteraan tekenen is, dat is Fransje Immink. En Fransje is een sneltekenaar. En dat houdt in dat wij zijn nu lekker aan het praten en daar gaan we straks mee verder. Maar ondertussen ben jij ons aan het vastleggen, hè? Kern hoop ik zeg maar een beetje weergeven, ja, in een tekening. En hoe kan je dat zo snel doen eigenlijk, want dat snap ik niet. Ik gebruik van foto's, dus je ziet me soms even heen en weer lopen. Ja. Aan de hand van foto's teken ik eigenlijk heel snel en bedenk ik daar een soort tekst bij die ik hoop, nou ja, soms op een satirische wijze een beetje de kern weergeeft. Ja. En het gaat je ook echt lukken om voor het einde van dit spektakel om ook echt iets te laten zien? Ik begin al wat rode vlekken te krijgen, ik begin al een beetje zenuwachtig. Okay. Maar ik hoop van wel, ik heb het vertrouwen. Je voert de druk wel op. Ja. Ik kan een beetje wat ze bij de rechtbank doen, dat dan als een grote tekening maken van... Jij krijgt een van de verdachte. Kijk, ik een ander onderwerp, volgens mij ook heel interessant, ook met Bert erbij, is de rol van de media, maar dan meer de sociale media. Merk jij dat, juist ook door die beperkingen die er zijn, volgens mij is Baudet de enige die echt de hort op gaat momenteel. Hij was eergisteren nog in Deventer, met weinig succes moet ik erbij zeggen, maar dat terzijde. Merk jij dat de rol van de social media anders is dan eerder, toen jij campagne voerde bijvoorbeeld? Ja, nou, de politici zijn op dit moment afhankelijk van de grote media, maar ook van social media. Dus ik zie wel dat heel veel kandidaatkamerleden, maar ook lijsttrekkers, op allerlei manieren proberen om hun verhaal, hun boodschap over te brengen en doelgroepen te bereiken. En ze hebben social media en de grote media heel hard nodig om hun boodschap goed over te brengen. Want daar zijn ze nu afhankelijk van. Ik mis wel inderdaad de zichtbaarheid in het publieke domein. Hè. We zagen, dat kwam dan volgens dan ook wel in de media terecht. Maar je zag mensen dan echt op de markt of op winkelcentra of op andere gelegenheden hun verhaal doen of grote bijeenkomsten. En daar kreeg je ook heel veel van mee als kiezer. En dat mis je nu. Maar ook de reuring en het gevoel dat er verkiezingen zijn. Die sfeer die ontbreekt. En dat vind ik wel...
ja, ook wel ergens een gemis. Want het is wel het belangrijkste moment, 1 keer in de 4 jaar, om ook je keuze goed te maken. Ja. Om, en maak jij je zorgen over, zeg maar, wat rondom de Brexit heel erg gespeeld heeft, is dat die social media ook gewoon, ja, met nou ja, duistere technieken, zal ik maar zeggen. Ja, want iedereen die heeft een eigen bubbel. Ja. En als je alleen maar de informatie tot je krijgt door die algoritmen, die ook natuurlijk de wetten bepalen op wat wij in op ons schermpje te zien krijgen, dan versterkt het alleen maar de ideeën die je al hebt. En nou, we merken ook dat soort ideeën ook weer aangezet en weer overschreeuwd worden. Dus dat maakt ook dat we langs elkaar allerlei ontwikkelingen, gedachtenontwikkelingen maken of opvattingen, die versterken, die worden wel versterkt door social media. Bert, en dat kan weer schurende. Sorry, Bert, ik begreep dat jij nogal zorgen maakte daar ook over. Ik maak me daar vreselijk zorgen om zelfs, want kijk, jij zegt van Baudet was in Deventer en dat was geen groot succes. Ik denk dat op de socials, op de Facebooks en op Instagram, dat het als een heel groot succes is weggezet. Ja. En dat het ook wordt uitgeserveerd naar een groep die daar heel ontvankelijk voor is. Dus je bedoelt eigenlijk van fysiek was het misschien niet een groot succes, maar je kan maar er wel... Maar mediatechnisch was het een groot succes. Ja. Ik had het er net ook nog met de burgemeester over, dat er toch ook een heel interessant interview nog was van de Stentor. Ja. Dan zie je in ieder geval nog dat er in die regionale media aandacht voor is en dat daar een kritisch interview plaatsvindt. Maar dat is al een beetje een zeldzaamheid aan het worden. Want de Stentor is natuurlijk hier ook niet meer een grote factor. En de meeste mensen in Deventer halen het nieuws het eerste van Facebook. Ja. En dat die gedachte. En als je dan weet dat Facebook uitserveert aan de mensen die gevoelig zijn voor bepaalde soorten boodschappen. Nou, dit is echt best wel een crisis in ook het politieke bestellen. Ja. En die crisis of die dynamiek, om even zo te noemen, is dat iets wat jullie in Hilversum nog kunnen pareren, tegenhouden? Nou, ik wil niet voor de parochie van de publieke omroepen gaan preken, maar dat ga ik nu natuurlijk wel doen. Ja, nou, ik denk dat wij heel erg goed moeten kijken dat wij wel een aantal rotsen in de branding blijven houden qua nieuwsvoorziening en qua duiding. En dat je echt weet dat het betrouwbaar is. Ook als het uit verschillende hoeken komt, het mag VARA zijn of WNL, maar dat je in ieder geval nog weet dat het een onafhankelijk wordt bekeken, dat er een serieuze journalistiek achter plaatsvindt, dat er dat problemen nog echt oprecht worden vastgesteld en niet dat dingen worden weggeschoven, scheef worden voorgesteld. Het is echt een groot probleem. Maar heb je dan misschien ook een andere rol inmiddels? Meer niet per se de informatieverstrekking als in primair, maar ook om bepaalde zaken recht te zetten die misschien zijn ontstaan op social media. Nou ja, je kan bijna niet de strijd aangaan met dingen recht blijven zetten, want dan betekent dat je geen eigen agenda meer voert. Mm-hmm. Dus je zult wel je eigen agenda moeten blijven voeren, maar die moet onafhankelijk zijn van ook journalistiek wordt heel erg beïnvloed, hè, door Twitter en door Facebook en door Instagram. Wij in talkshows komen onderwerpen aan de orde die het gewoon heel goed doen op de socials. Daar reageert de journalistiek dus ook op. En daar moeten we dus ook heel erg mee uitkijken. Zelfs jouw column vandaag in het AD was natuurlijk bij jou aangereikt door de socials waarschijnlijk. Over de vertaling van onder andere de socials, ja. Dus het aanreiken van onderwerpen gebeurt ook al steeds meer via de social kanalen. Maar dat vind ik ook wel ingewikkeld, die dynamiek zeg maar tussen reguliere of traditionele media en de socials. Want ook een Stentor is in hoge mate afhankelijk van Zeker. Het digitale verhaal. Ja, dus want je krijgt een soort cirkeltje. Waarin het interview wat ik zag kwam natuurlijk via de socials bij me tot binnen. Jou, en niet via de krant of via de krantenwebsite. Nee. Dus dan ben ik nog blij omdat ik het uitgesfeerd krijg. Omdat ik een politiek geïnteresseerde kijker ben. Ja. Maar als ik misschien een forumaanhanger zou zijn, zou ik misschien dat verhaal helemaal niet zien. En zou ik een groot succes op de Brink hebben gezien, bijvoorbeeld. Ja. En dat doet Facebook met zijn klanten. Dat is wel interessant. David, hoe zit het met jouw generatiegenoten op dit moment? Jij bent heel erg geëngageerd, dus jij volgt het heel erg. Ja. Merk jij, op welke manier nemen zij de informatie tot zich? Nou, de studie bestuurskunde is misschien nog niet helemaal representatief voor alle studenten. Nee, dat snap ik. Maar dan is het nog interessant als ze de krant lezen. De op krant papier. Niet, denk ik. Niet zozeer. Ja, mijn studie denk ik meer. Maar over het algemeen is denk ik toch wel Facebook, Twitter. En ja, daar heb je dus ook inderdaad dat je iedereen zijn eigen bubbel heeft. En die social media kanalen, die zijn er ook winst uit. Dus veel mogelijk reclames draaien. Ja.
Dus die gaan vooral op sensatie uit. Ja. En dat blijft dan ook niet heel onafhankelijk. Mm-hmm. En ik vraag me ook af, als het debat en verkiezingen steeds meer op social media draait, is het dan ook wel zo goed dat bijvoorbeeld een Twitter of een Facebook een Trump zomaar kan verbannen en gewoon de mond kan snoeren? Ja, dat vond je geen goede zaak. Het is wel een vraag die je moet afstellen van, moet dat kunnen? Ik bedoel, niet dat ik een voorstand van Trump ben, maar als het hier in Nederland zou gebeuren, als ineens Wilders of Rutte of ineens zijn Twitter-account ligt plat, dat... Maar is jouw generatie dan ook nog, sorry, dat klinkt misschien een beetje gemeen, Bert, maar is jouw generatie dan ook nog wel, op zondagochtend bijvoorbeeld, kijken die nog naar WNL op zondag om te kijken wat daar besproken wordt? Nee. Ik denk niet, hè? Nee. Spijt me. Nou ja, ik durf te zeggen dat na alle serieuze programma's bij de publieke omroep, dat onder de 50 misschien nog maar 10-14% kijkt. Ja. De rest is ouder dan 50 jaar. Maar... En hoe zit het met terugkijken? Dat is jonger. Dus je merkt wel dat er on demand wat er meer... maar ook weer aangejaagd door socials. Dus als Facebook het uitserveert omdat jij economisch geïnteresseerd bent... dan krijg je dat soort onderwerpen aangeraakt. Relativeert dat niet een beetje wat je aan het doen bent eigenlijk? Ja, je zegt zelf, mijn publiek is heel erg oud. We hebben net over preken van eigen pornografie gehad in andere context. Maar dit is dus ook wel heel erg... doelgroep bedienen eigenlijk. Mensen van wie je weet dat ze al kijken en waarschijnlijk ook al een mening hebben. Zeker, maar ik zeg ook dat het een heel groot probleem is. Dat is niet alleen dat het bereik van die publieke omroep best wel scheef is, hè, dat het een veel ouder publiek is, maar die jongeren bereik je alleen nog maar via filters, via de socials. En dat is, daarom vind ik het ook echt een groot probleem. Wij hebben geen goede connectie meer op een jonge publiek met objectieve informatie. En dat maakt ook dat de duiding van wat speelt er nou in die samenleving, hè? Heel lastig is. En zeker deze tijd, ik zie het, we hadden het net met de raadsleden erover. Raadsleden komen bijna niemand meer tegen. En dat geldt ook voor mij. Ik moet het echt organiseren om mensen te ontmoeten en het echte respect te voeren over wat houdt je bezig. Maar neem het Vondelpark, de samenscholing in het Vondelpark. Denk je dat de perceptie van al die jonge mensen daar is dat zij iets heel ingewikkelds, iets heel risicovols hebben gedaan? Nee, die dachten van, we willen gewoon eens even weer gewoon feesten, muziek, dansen. Wij worden er niet ziek van. Dus ze hebben een hele andere perceptie van de coronacrisis dan wij hebben. Burgemeester, er komt een vraag binnen van onze kijkers. Voor de mensen die net intunen, jullie kunnen dus vragen stellen via de comments, via Facebook, et cetera. Als je kijkt via Deventer Televisie, is dat wat moeilijk. We kunnen daar Deventer B proberen te bellen, maar ik weet niet of iemand opneemt. De vraag is... waarom kunnen we niet digitaal stemmen? Is er gesproken over digitaal stemmen inderdaad? Nou ja. Want dat blijft toch een ding dat terugkomt. Ja, en terecht. Ik ben de laatste keer, dat waren bij de Provinciale Statenverkiezingen, het was een drama om al die stembiljetten waar partijen eindeloze hoeveelheid kandidaten, een hele grote hoeveelheid partijen waar je op kan stemmen, dat maakt dat tellen van die stemmers langzamerhand tot een monnikenwerk. Ja. Dat is niet normaal. Dus ik ben erg voor digitaal stemmen en er zijn ook hele slimme systemen om te voorkomen dat er stembus of computerfraude... kan plaatsvinden. Er zijn echt goede ideeën over. Ja. Maar krijg het er nog niet doorheen. En ik vind dat eerlijk gezegd echt ontzettend storend. Als je de GGD ook ziet worstelen met een datalek en we moeten oppassen dat we niet de techniek induiken. Maar er zijn echt systemen waarbij je kan controleren. Waar het behoorlijk misging, er zijn systemen waarbij je zeg maar met een ene stemcomputer stemt en daar komt een briefje uit. Mm-hmm. En dat briefje dat stop je in een bus en daar staat een scancode op. Zo kan je controleren of iemand gestemd heeft wat hij wilde stemmen. En kan je ook hertellen. Want dat is natuurlijk het probleem met het zeg maar, digitale stemmen. Ja. Dat je het niet kan hertellen. Ja. Dat wil je toch kunnen. Dus er zijn echt oplossingen voor. En ik hoop dat die snel komen. Maar daar gaan wij niet over. Dat moet echt in Den Haag. Deventer zal zich aanmelden als een pilot. Ik sta vooraan in de rij. Ja, zeker. Okay. Ik wil ook nog vragen aan jou stellen. Jij bent dus opgegroeid hier in Deventer ook. Je kent de stad heel goed. Je weet dat het ook redelijk gesegregeerd kan zijn, zoals eigenlijk alle grotere steden al. Maak jij zorgen over de informatie die bepaalde groepen krijgen, die misschien ook niet zo snel naar een bibliotheek zouden komen, die misschien wat meer gericht zijn op hun eigen sociale klasse, wat meer hun eigen culturele klasse. Is dat nog steeds een groot probleem als het gaat om verkiezingen? Ja, dat denk ik wel. En dat wordt juist in coronatijd wel versterkt, omdat we minder ontmoetingen hebben. En, normaal, tijdens campagnes ging je naar scholen toe, ook naar een ROC of naar een Saxion. Of hier werden echt ook wat met
de kandidaatkamerledenverkiezingen gehouden. Ook bij de zelforganisaties van migrantengroepen zag je ook dat er vaak campagnebijeenkomsten waren. Dus dat zorgde er wel voor dat er een soort van gelijke informatie of echt een verkiezingsdebat plaatsvond. Dat is nu niet. Dus doelgroepen en mensen die gaan alleen maar op hun eigen social media informatie vergaren op dit moment. Ja. En dat is toch wel gekleurd en eenzijdig en beperkt. Mm-hmm. En dat versterkt wel de verschillende informatieniveaus hebben mensen. Mm-hmm. Dus ja, dat zorgt wel weer voor meer gescheiden werelden. Mm-hmm. Daar maak ik me zeker zorgen over. Ja, en we hebben nu heel veel gehad over etniciteit en cultuur en sociale klasse. David, gaat het ook, als het om jongeren gaat, is het ook zo dat jij meer gevoelig bent voor iemand die, nou, bijvoorbeeld een Jesse Klaver die meer bezig is met het duurzame, met de toekomst, D66 misschien. Is het ook zo dat jij automatisch meer naar die partijen kijkt? Ik denk op het algemeen dat we zien dat studenten en jongeren wat linkser stemmen, dat algemeen wat we ook horen. Ja, dat bedoelt. Al moet ik zeggen dat Forum ook heel lang een vrij riante aanhang heeft gehad, maar dat is weer een andere reden. Bij de jongeren wilden ze ook. Ja. Dat klopt wel, ja. Ja, dus jij kijkt ook meer naar de thema's die gaan over jou eigenlijk? Dat over de toekomst, zeker. Ja. Dus voor mij is ook dan een basisbeurs belangrijk en ook starterswoningen, dat er genoeg gebouwd wordt, dat we ook straks gewoon een woning kunnen kopen. Mm-hmm. En dat we niet met hele hoge schulden achter worden gelaten straks. Bert, jij hebt nog allemaal wilde plannen natuurlijk in aanloop naar 15, 16 en 17 maart qua verkiezingen. Wat gaan jullie allemaal doen? Ja, we gaan alle lijsttrekkers komen in de ochtendshow. Mm-hmm. Dus we beginnen het debat morgen met de running mates. Alles zal in het teken staan nu van de verkiezingen. Ik had toch nog een vraag aan jou, want als ik die vraag stel mag. Tuurlijk. Jij hebt het over een aantal problemen van jongeren, hè? Dus starterswoning, studiebeurs, dat ligt allemaal heel dicht bij je. Ja. Maar ben je ook bezig met liberale waarden? Dat je denkt van vrijheid van spreken, andere mensen kunnen horen praten, tegenstellingen kunnen overbruggen. Ik noem mezelf denk ik ook al gewoon het censureren op social media, dat ik dat geen goede zaak vind. Dat zomaar een politicus van een social media kanaal kan worden afgehaald. Het goed fout denken, bedoel ik mee te zeggen van iemand kan iets anders zeggen dan jij wil, maar dat hoeft natuurlijk niet fout te zijn bij wijze van spreken. Nee. Dus leeft dat onder jongeren? Zeker ook wel. Ja, bij onze studies dat vind dat ik diverser. Heel troostend, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Culturele agenda bedoel je. Ja. Nee, maar ook waarden. Nee, ik heb het over liberale waarden. Over dat we van mening over mogen verschillen over problemen, hoe je het wel aanpakt. Dat is de sociaal-culturele agenda, zo bedoel ik hem. Dat kan ook wel economisch zijn, dat kan politiek zijn. Weet je wel. Bij de studiebestuurskunde is het wel vrij divers. En er worden wel debatten gevoerd binnen de klas. En geregeld zit er ook iemand met een webcam dan de achtergrond met een grote VVD-logo erop. Ja, ja. Maar ja, om even op dit punt. Gisteren zagen we het debat bij Radio 1. Ja. En je zag Wilders met Azarkan een debat voeren. Dat was Wilders en Azarkan van Denk. Ja, Azarkan zei dat hij fascistisch en weet ik veel wat. Ja, en het waren gewoon twee uiterste polen die tegenover elkaar stonden. En als daar filmpjes van worden gemaakt en alleen maar in de eigen bubbel, alleen maar zo geknipt dat het gunstig is voor hun achterban, dan versterkt dat alleen maar het idee aan de ene kant, wij worden helemaal uitgekotst en gediscrimineerd. En aan de andere kant ons land wordt helemaal overgenomen. Mm-hmm. Dus die polarisatie en die tegenstelling is gevaarlijk. En dan sluit ik me heel erg aan bij de burgemeester ook, Ron, die zegt van dat baart zorgen. En dan is het wel een hele goede zaak dat jongeren ook over die liberale waarden, zoals jij dat ook zegt. Ja, en die liberale waarden zitten niet alleen bij de VVD. Hè? Die zitten net zo goed bij de PvdA of deze. Het gaat om want dat is wat ons bindt. Ja, dat is wat ons bindt. Bert, en daar moeten we even overal gezegd hebben dat die conservatief-liberaal is. Dus, liberaal-conservatief, nee, maar de democratische waarden. En dat is, daar heeft de BIEB, jullie hebben nu een mooi programma hier gemaakt, maar daar heeft de bibliotheek bijvoorbeeld ook tussen de verkiezingen, denk ik, een hele mooie rol in te vervullen. We gaan hier straks op door. We gaan nu eerst naar een column van Pieter van Brevoort. Hij gaat ons zijn mening geven. Yes. Ik had een column die ik hier wilde voorlezen. Maar ik had een column en een mening over een dingetje waarin ik, Pieter van Brevoort uit Deventer, een bepaalde politicus de oren zou wassen. Het was goed geschreven en het begon mij te duizelen. Is het wel zo simpel? De wereld is complex. Hoe kan ik een helder idee hebben? Wil ik wel democratie? Ja, ik wil democratie. Maar democratie is ook wat we zien in ons zwalkende...
Maar democratie is ook wat we zien in ons zwalkende coronabeleid. Ons beleid. We willen strenger en we willen soepeler. We willen eenduidigheid en uitzonderingen. We willen scholen open en we willen scholen dicht. En waarom heeft Marga van Crediteur al een prik terwijl ze gewoon diabetes heeft omdat ze te veel Toblerones vreet? En dan zijn er nog grotere thema's dan een pandemie. Het klimaat, biodiversiteit, de groeiende macht van techbedrijven, kunstmatige intelligentie, de Europese Unie die onder druk staat. Hoe gaan we democratisch om met deze enorme vraagstukken? Waar alle belangenclubs in een cacofonie roepen om uitzonderingen en uniformiteit, steun en onafhankelijkheid, een luisterend oor en duidelijke regie, voortvarendheid en terughoudendheid, harde maatregelen en vrijwillige convenanten. Gaan we deze enorm grote vraagstukken democratisch te lijf? Ja, dat gaan we doen. Want het mooie van de democratie is de enorme bende die het veroorzaakt. De rommel en inefficiëntie zijn de geheime wapens van de democratie. Geen wilde westen, want er zijn regels. Heel veel regels. Niet het nihilisme van de Joker, want er zijn dromen. Maar een oud huis vol romantische scheuren. Genoeg muur tegen wind en kou, maar ook genoeg kier om de lente te ruiken. Genoeg deuren voor privacy, maar open genoeg om de deur in te kunnen trappen om een PVV-kamerlid aan te pakken als hij zijn vrouw misbruikt. En ik geloof dat de enige weg vooruit is dat we de zwijnenstal die democratie veroorzaakt omarmen. Zoveel leed wordt voorkomen als we de augiënstal die de democratische huis is volledig accepteren. Stel je voor dat de Tweede Kamer na de Bulgare fraude had gezegd, ja, het is niet leuk, maar we gaan niet gelijk maatregelen nemen, want we moeten eerst even nadenken of zulke uitwassen niet horen bij onze zo geliefde democratische bende. Dan was er geen toeslagenaffaire geweest. Als we de plooien niet glad strijken, dan denkt een Amazon of een Monsanto, dit is mij te ingewikkeld. Dit rommelige Nederlandje met zijn inspraakavonden, transparantie, omgevingswetten, arbeidsinspectie, meningen, hier ga ik niet in investeren. Denken jullie dat er ooit nog één megastal gebouwd wordt als de plaatselijke bevolking meer inspraak krijgt? De afgelopen jaren hebben we geleerd dat elke winst in efficiëntie ten goede komt aan een krimpend clubje rijkaards. Met onze inefficiëntie redden we de kleine boer en de middenstand. En pakken we het groot kapitaal aan. De bende ten diepste accepteren. Of, als het je hart meer rust geeft, noem het gereguleerde chaos, vol discretionaire bevoegdheden. Dan raakt een burger minder verstrikt in een Kafkaeske bureaucratie, omdat de ambtenaar ruimte heeft voor menselijke besluiten. Politici praten over ruimte voor de professional, maar accepteren niet de rommeligheid, de oneerlijkheid, de incidenten die daarbij horen. Bij elk incident wordt de menselijke maat weggeorganiseerd in verre dichtgetimmerde procedures van de hand van de Sander Dekkertjes en andere dreuzels van deze wereld. En daarmee dichten we elke kier die het contact tussen overheid en burger organisch maakt. We smeren de poriën van de samenleving dicht. Ik zeg niet dat ik me geen zorgen maak, dat ik geen vooruitgang wil, dat ik geen dromen heb die ik als autoritaire leider aan iedereen zou willen opleggen. Maar ik wil ook democratie. Samenleven, openheid, levendigheid. En ik hoop stiekem dat we meer ruimte hebben voor het grote verhaal als we ook zeggen, ja, het is rommelig, het is niet af. En sommige problemen gaan we dus niet oplossen. Het gevecht tegen wanorde geeft soms lelijkere troep dan de wanorde. En accepteren geeft ruimte. Ruimte om het even niet te weten. Te weten dat alles in beweging blijft, wat we ook doen. Dat maakt ons niet machteloos, maar juist machtiger. Omdat we met meer bewustzijn kiezen voor wat er toe doet. Kiezen we democratie, dan kiezen we voor rommeligheid. Kiezen we democratie, dan kiezen we ook voor wat we zelf niet kiezen. Democratie vraagt mensen vol overtuiging te staan voor hun idealen en tegelijkertijd het systeem lief te hebben dat hun idealen zal smoren in de modder van tegengestelde belangen. Het is dus een eerbetoon aan ons vermogen tegengestelde dingen te omarmen, aan de ruimte in ons hoofd. Dit is een ode aan de teringzooi. En graag wil ik afsluiten met een oproep aan Hugo de Jonge of de burgemeester om de regie te pakken en mij een uitzondering te geven voor het openen van mijn bedrijfsactiviteiten. Alvast bedankt. Ja, we zijn terug bij de raadstafel. Ik zie dat jullie heel druk bezig zijn. Hoe gaat het, Anke? Nou, hartstikke goed. We zijn een beetje aan het ordenen. Ja. Dit vind ik een hele leuke stapel. Die gaat over het burgerberaad. Hè. Dus dat burgers zelf meer betrokken willen worden in de besluitvorming. En hoe moet dat eruit zien? Een referenda of wat? Nou, we zijn bezig met een initiatiefvoorstel met een burgerbegroting. Dus dan geef je een groep mensen, de burgers, een som geld. En dan kunnen ze zelf een beleid maken. Ja. En is er nog meer iets, Henk, wat komt veelvuldig terug? Heb je al iets van een patroon kunnen ontdekken of zo? Ja, denk ik wel. Er komen
vrij veel items op het gebied van de duurzaamheid. Mm-hmm. En dat gaat twee kanten op eigenlijk. Stop met die vervelende windmolens aan de ene kant en aan de andere kant dat er een schepje bovenop moet. Ja. Wat mij eigenlijk opvalt is dat er toch ook vrij veel dingen in zitten voor jongeren en studenten. Dat jongeren in Deventer er een beetje karig afkomen. Ja. Dus en zijn dat dan briefjes die ook geschreven zijn door jongeren of zijn het ouderen die zich zorgen maken om de jongeren? Ook dat komt allebei voor. Ja? Maar de meeste punten van jongeren zijn wel geschreven door jongeren zelf. Oh ja? Ja. Oh, wat mooi dat die dan toch participeren. Ja, nee, dat kun je heel duidelijk zien. Ik denk dat heel erg goed gelukt is. Ja. Koen, heb jij iets van rode lijnen gevonden? Nou, eigenlijk, ik had het er al even net met Henk over inderdaad, dat een aantal van die thema's, die zag ik ook heel erg terug, dus we hadden het al even over gehad. Maar wat ik ook heel erg leuk vind, Eus, is dat ook best wel veel mensen zeiden, dat gaat eigenlijk best wel goed in Deventer. Dus ja. Het was helemaal niet alleen maar... Dus dat vind ik toch ook altijd wel leuk om te horen, dat het inderdaad niet alleen Koen, dat valt mij altijd op, want wij zijn, jullie als raadsleden, maar wij als gemeentebestuur met elkaar, zijn ook heel erg gericht op de mensen die vinden dat dingen niet goed gaan. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, het is fantastisch geregeld, het vuilnis wordt altijd keurig opgehaald, de stad ziet er prachtig uit. Maar die horen wij natuurlijk niet zo vaak. Wij richten ook vaker op die brief van raad, het zet hem maar, dus mensen hebben een briefje geschreven en het staat erop, we hebben namelijk een bus. En er staat, maar we hebben een bus, ze mogen een briefje schrijven voor ideeën en dan schrijven ze erin, ach, het is allemaal wel goed zo, ja, jullie doen het allemaal goed en weet je wat. Ja. En een andere die schrijven, zoals nu is, vind ik het prima. Of als dame op leeftijd en slecht termijn mis ik in de winkelstraten van de binnenstad eenvoudige bankjes. Dus sommigen gaan heel breed. Ja. Een duurzame stad. Ja. En welke ook heel veel voorkomt is de betaalbare woningen een probleem. Ja. Oké. Okay. Ja. En dat is ook echt een probleem voor jongeren. Dat hoorden we net aan tafel van David. En dat is... echt een groot probleem waar jullie ook mee bezig zijn. Ja. De oplettende kijker heeft gezien dat we nog een gast hier hebben. Dat is Mirjam. Je hebt ook een briefje geschreven, hè? En wat heb jij geschreven? Het gaat ook over de duurzaamheid natuurlijk. Ja. En ik zoals natuurlijk heel veel andere Deventeraren zien graag ook een duurzaam Deventer. En als we dan verder kijken naar bijvoorbeeld de woningen, vooral dan zien we dat de woningen duurzamer mogen. Ja. En als je kijkt naar mensen met een kleinere portemonnee, hoe zorgen we ervoor dat die mensen ook duurzaam kunnen wonen? En hoe zorgen we ervoor dat zij bijvoorbeeld door isolatie beter en duurzamer kunnen wonen? Mm-hmm. Nou, dat is een hele urgente vraag ook natuurlijk. Speelt ook erg. Koen, kijk even naar jou. Ja. Nou ja, duurzaamheid is natuurlijk een heel groot thema. Hè? En als je naar duurzaamheid gaat kijken, dan heb je eigenlijk twee sporen. Aan de ene kant gaat het erom van we moeten kijken hoe we in onze energievoorziening hoe we dat in de toekomst vormgeven. En we moeten energie gaan besparen. En zeker op dat energiebesparen stuk kun je als huishouden inderdaad, als iemand met een huis, ook heel veel zelf doen. En wat ik altijd een hele leuke vind, is inderdaad je lampen vervangen door LED-verlichting. Hè, dat is al een hele mooie manier om je huis wat duurzamer te maken. Hoe oud ben je als vraag over hier? Zijn er jouw leeftijdsgenoten ook echt bezig met deze thema's? Of ben je... Er zijn heel veel mensen mee bezig, ook heel veel niet, maar dat verschilt wel. Mm-hmm. Ja. En wat natuurlijk heel hoopgevend was die klimaat. Ik weet niet of jij ook met die klimaatstaking bezig bent geweest, maar we hebben natuurlijk in navolging van Greta, hadden we natuurlijk elke vrijdag, stonden de mensen voor het stadhuis om te demonstreren voor het klimaat. En ik vind dat wel heel... mooi om te zien dat jongeren ook wel echt in actie komen van ja, het gaat wel over onze toekomst. Ja. Mirjam, heb jij misschien zelf politieke of andere ambities in ja, die? Ja, zeker. Echt waar? Ja, ja? Zeker. Wat waar denk je? Ik wil graag ook later de politiek in. Oh ja? Ja, zeker. Weet je het wel zeker? Ja. En wat maakt dan dat je dat graag wil? Nou, ik vind het wel mooi om inspraak te hebben op waar je zelf in woont natuurlijk. En ik ben zelf natuurlijk ook een burger van Nederland en ik wil ook inspraak hebben over wat er met mijn toekomst gaat gebeuren. Ja. Ja. Heb je dan ook al een idee van welke partij misschien bij jou zou passen? En wil je dat misschien met ons delen? Ja, natuurlijk. Partij Denk natuurlijk. Denk? Ja. En dat is dan op welke gronden bijvoorbeeld? Nou, ik vind vooral dat ze voor jongeren heel veel doen. Ja? En als ik kijk naar wat ik zelf belangrijk vind over de toekomst van jongeren en over het studentenleven. En als ik kijk naar het klimaat, vind ik dat Denk daar heel erg voor opkomt. Ja. En dus wat mijn belangen behartigt,
Ja, nou, mooi. Fijn dat je dat al weet. En, dus we gaan over 4 jaar gaan we ook op jou kunnen stemmen misschien. Nee, over 2 jaar. Want, over 2 jaar. Ja, dan gaan we weten waar verkiezingen. Oh nee, ja, volgend jaar al. Nee, ja, over 2 jaar. Nee, in de war. Het is al wel over 1 jaar. Ja. Het gaat heel snel. Ja, en over 4 jaar landelijk. Maar dat maakt niet uit. Je weet nooit hoe snel landelijk komt. Hè. Dat kan altijd. Dankjewel, Mirjam, dat je ook bijdrage wilde leveren. Kijk, wij hebben nu vandaag voor een groot deel over Den Haag. Ik was ook wel heel nieuwsgierig naar hoe de mensen in Den Haag kijken naar Deventer. Dus ik ben met de Rocket Boys uit Deventer naar Den Haag gegaan om te kijken wat zij weten van Deventer. Wat we gaan doen, ik heb 5 vragen, een beetje algemene kennis van Deventer, om te checken hoe dat hier is gesteld in Den Haag. Als je 3 goed hebt, krijg je van mij een cadeau uit Deventer. De eerste vraag, dat moet je wel weten denk ik. In welke provincie ligt Deventer? Nou, weet ik dat, zou ik niet weten. Een gok? Een gok. Brabant. Gelderland. Gelderland? Wat denk jij? Heeft hij goed? Ja, die weet ik. In Overijssel. In Overijssel. 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 Overijssel, denk ik. Ja, goed. Ja. Goed, helemaal goed. Halleluja. Welke voetbalclub komt uit Deventer? Ik even nadenken. Je hebt Heracles Almelo. Go Ahead Eagles. Dan heb je... SC Twente uit Enschede. Ja. Go Ahead Eagles. Je hebt PEC Zwolle. Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles? Nee, ik weet het even niet. Go Ahead Eagles? Ja, tuurlijk. Ja, met die vreselijke shirts. Oh, dat is... Nou, ik weet niet of je nu heel populair bent. Ja, sorry. Met die hele mooie shirts. Ja. Vraag 3. Om welke lekkernij staat Deventer bekend? Doe een gok. Ik denk oliebollen. Ik weet niet. Ik denk gewoon aan Nederlandse dingen. Een soort Deventerse koek. Deventer koek. Nee, goed. Koek, ja. Nee, waarom kijk je zo moeilijk? Heb je wel eens gegeten? Nee, eigenlijk niet. Van die koek. Deventer koek. Ja, ik dacht een soort koek. Ontbijtkoek of zo. Deventer koek. Deventer koek. Ja. Ja, ja toch. Deventer koek. Nou, wij kennen alleen hier Haagse hopjes. Nu is het zo... dat er in Deventer 1 consulaat staat van een ander land. Weet jij welk land? Nee, hoe moet ik dat weten? Ik ga gokken, denk ik. Ik ga... Ja, voor België of zo. Nee, zou ik niet weten. Duitsland? Nee, ook niet. Nee, daar heb ik echt geen enkel idee. Ook niet. Wil je nog een keer gokken? Engeland? Nee, ook niet. Turkije? Is het wel in Europa? Het is een het is een land meerdere continenten. Ja, dan zou ik zeggen Turkije. Ik weet wel dat er, net als in Oost trouwens, veel Turkse gastarbeiders ook in Deventer zijn gaan wonen. Ja. Dus misschien is het de Turkse. Ja, het klopt. Nah. Ja, goed. Ik zal het niet weten, maar ik zou maar iets Turkije. Ja, klopt. Nou, goede gok. Ja. Waarom denkt u aan Turkije? Omdat de laatste tijd een hoop gedoe is met Turkije. Ja. Laat ik het zo zeggen. Nou, ik heb een landkaart meegenomen van Nederland. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Of u ongeveer kunt aanstippen waar Deventer zich bevindt. Ik denk ongeveer hier zo. Misschien iets te oostelijk, maar nee, het gaat goed. Nee, heel goed. Ongeveer. Hier? Ja, ik had iets meer naar het zuiden gemoet. Ja, oké. Okay. Nou, ik keur hem goed. Ik weet het niet. Ik zou gokken hier. Nou, het is vast niet goed. Even kijken. Nee. Hey, is dat gewoon in Twente? Glansrijk geslaagd. Echt heel goed. Daar zijn wij in Deventer heel blij mee natuurlijk. Want we willen dat iedereen weet wie wij zijn en wat we doen. Dus u mag kiezen uit een pak met koeken. Deventer koek. Een dekbed overtrek van Go Ahead Eagles. Of een jaar abonnement op de Deventer Bibliotheek. Ja, dat is ook ingewikkeld. Maar ik denk toch dat ik dan voor de bibliotheek ga. Echt? Ja. Ik kom toch bij kampen, dat is een beetje Zwolle. Ja. Als ik word gezien onder dat dekbed, dan heb ik een probleem in Zwolle. En lezen is belangrijk en laat ik daarvoor gaan. Verrassende keuze. Ja? Ja, nou, dankjewel. Iets voor u. Nou, ik denk Deventer koek is wel het meest, het meest dichtbij, laat ik het zo. Ja? Nou, alsjeblieft. Nou, heel fijn. Dus, geniet ervan. Fijne ontmoeting. Misschien kan je iemand anders blij maken. Met dat vind ik een goede suggestie. Ja, laten we dat doen. Ja? Oké. Okay. Zo. Hey. Alsjeblieft. Goed gedaan hoor. Omdat je die kleur ook zo mooi vindt. Een Go Ahead Eagles dekbed. Overtrek. Nou, ga
Ga je hem gebruiken? Wat ontzettend leuk, ja, die ga ik gebruiken. Maar je zei net dat je die kleuren haat. Ja, maar dan nog, als je zo'n cadeau krijgt, dan moet je wel gaan gebruiken als straf, omdat ik de naam even niet meer. Dan willen wij in Deens wel een fotootje eigenlijk. Dat is goed, ik stuur je een foto. Ja? Hou ik je aan, hè? Ja, dat is goed. Leuk. Bert, hoe is het met jouw kennis als regiogenoot van Deventer? Nou, ik denk schiet bij jullie waarschijnlijk tekort, maar... Hoe heet onze beroemde toren in de skyline? De kerk? Weet ik niet. Levinuskerk. Oh ja, ja. Ik ken hem wel natuurlijk. Maar... Je kent hem, een prachtige stad, ja. Ik ken de Brink ook. De Brink ken je ook, ja. En, je hebt gewerkt bij? Deventer Dagblad. Ja, moet toch even nog gezegd hebben. we kunnen wel heel leuke vragen gaan stellen aan de mensen daar. Maar we dachten, laten we een quiz gaan organiseren. Een heuse quiz. We gaan namelijk de rollen omdraaien. Want wat weten onze kijkers, u thuis, dus ook bijvoorbeeld over Den Haag? U heeft al een tijdje een link gezien. U kunt ook in de comments meedoen. U kunt via die link meespelen. En u maakt kans op een boekenpakket. Dus degene die straks als winnaar uit de bus komt, krijgt van ons boeken van de Deventer Bibliotheek. En het is eigenlijk simpel. Ik ga 5 vragen stellen. En die gaan allemaal over lijsttrekkers. Jullie mogen ook meedoen aan tafel natuurlijk. Niet voorzeggen. En aan het einde van de uitzending gaan we de winnaars bekendmaken. Of 1 winnaar is het eigenlijk. De eerste vraag luidt. Wie werkt het langst op het Binnenhof? Is dat A. Geert Wilders van de PVV. B. Gert-Jan Segers. C. Kees van der Staaij. Of D. Mark Rutte van de VVD. Voor jou een makkie, Bert. Nou, ik mag niks zeggen. We mochten toch niet voorzeggen? Nee, ik wilde alleen zeggen voor jou is een makkie. Nee, niets is voor mij een makkie. Oké, vraag 2. Wie werd op 17-jarige leeftijd gekozen voor de gemeenteraad en was het jongste raadslid van Nederland? Was het A. Jesse Klaver, GroenLinks. B. Lilian Ploemen, PvdA. C. Lilian Marijnissen, SP. Of D. Geert Wilders van de PVV? Even de tijd. Juist. Dan gaan we naar de derde vraag. Wie luistert het liefst naar black metal en hardcore? Is dat A. Lilian Ploemen, PvdA. B. Lianne de Haan van 50PLUS. Of C. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. D. Sylvana Simons, Bijeen. Even kijken... Even de tijd. En dan gaan we naar de vierde vraag. Interessante vraag, wist ik zelf eigenlijk ook niet. Wie werkte als tiener in een augurkenfabriek? Was dat A. Geert Wilders van de PVV? Was dat B. Sigrid Kaag van D66? Was dat C. Farid Azarkan van DENK? Of toch D. Jesse Klaver van GroenLinks. Dat zie ik hem niet doen, maar toch. D. Jesse Klaver van GroenLinks. Ik kan nog even antwoorden. Ja. En dan gaan we naar de allerlaatste vraag voor vandaag. Wie droomde er als tiener van wielrenner te worden, maar was bang in een peloton? Dat kan ik me dan wel weer voorstellen. Was dat A. Mark Rutte van de VVD, B. Wopke Hoekstra, CDA, C. Thierry Baudet van Forum of D. Jesse Klaver van GroenLinks? Nou... Dat waren de vragen. We gaan aan het einde van de uitzending bekendmaken wie ons boekenpakket krijgt. Maar eerst gaan we naar de muziek. Vera Bon. Voordat de sterren slapen, zullen wij dan samen
sterren slapen, zullen wij dan samen zwemmen in een zee? Tijd die nu ontbreekt, dit leven leeft maar één keer is niet genoeg. Ik heb nog zoveel om te doen. Voordat de sterren slapen, zullen wij dan samen voor de zekering door. Slaat en er te veel kapot, gaten in mijn geheugen. Ken je langer dan nu pas, is gebleken dat ik jou ga zien als iemand die mij graag ziet. Dat ik jou graag zie als iemand die mij graag ziet. Dat ik jou graag zie. Sterren slapen. Voordat de sterren slapen. Voordat de sterren slapen. Zullen wij dan samen zwemmen in een zee? Tijd die nu ontbreekt, dit leven leef ik maar één keer is niet genoeg. Ik heb nog zoveel om te doen. Het is dat ze zeggen dat overgaat. Dat is waar het leven over. Ze zeggen dat. Dankjewel, Vera. Voor de volledigheid gaan we nu even wel de antwoorden ook noemen van de quiz. Voordat we straks de muiterij hebben hier aan de deur. Wie het langst werkt op het Binnenhof? Keklik, wat denk jij? Van der Staaij, denk ik. Bert? Ik denk Geert Wilders. Ja, dat denk ik ook. Ja? Ik denk Geert Wilders. Geert Wilders was het goed, oh. Ja. Want Geert Wilders heeft Mark Rutte nog ingewerkt. Die ja, zijn dat was zijn mentor jongen, toen. Hè? Ja. Zo heb ik het jou niet geleerd. Ja. En wie werd op 17-jarige leeftijd gekozen voor de gemeenteraad? Wat denk jij? Wat waren de keuzes ook alweer? Klaver, Ploemen, Marijnus of Wilders? Ploemen. Nee. Nee. Waarom maar niet heel Marijnus? Ja, ja, Marijnus, dat moest een beetje. Hè? Dat is wel een beetje eng ook hoe dat gegaan is. Maar goed, dat terzijde. Ja. Wie luistert het liefst naar hardcore en black metal? Ja, die weet ik ook. Ja. Kiklik? Ik denk Esther. Ja, dat klopt. Ja. Die hebben zelfs zo'n clubje met een aantal kamerleden. Ja, SP-kamerleden. Ja, Quint inderdaad zit daarbij. En Lisa Westerveld, die ook in een filmpje zit. Ja. Ik heb ook iets gehoord dat hij van metal hield, Roemer. Roemer, ja. Ja. Oké. Maar die zit niet meer in de kamer, hè? Niet meer, nee. Dat was ook niet een groot succes. Maar dat is het. dit was dus voor mij een openbaring. Augurkenfabriek. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, weet je dat niet? Het gaat dus Kaag, Azarkan, Klaver of Wilders? Ik denk Wilders. Denk je dat? Nee. Ja. Echt waar? Ja. Ja, dat klopt. Ja? Oh, ja. Wist je het? Nee, ik schat het in. Ja. Grappig, hè? Dat hij ooit in een augurkenfabriek heeft gestaan. Ja, maar wie heeft er niet in een gekke fabriek gestaan, toch? Ik niet. Nee? Nee, niet in een gekke fabriek. Zelfs in een rubberfabriek gestaan. Ja? Oké. Heb je al eens in een fabriek gestaan? Niet in een fabriek, nee. Nee, oké. Okay. En de laatste vraag was dus, wie wilde als tiener wielrenner worden? Was doodsbang in een peloton, Rutte, Hoekstra, Baudet of Klaver? Wat denk jij? Ik dacht Hoekstra. Nee, die kan vooral heel goed schaatsen, vindt u zelf. Oké. Sportief. Klaver? Weet ik niet. Nee, geen idee. Ik dacht Klaver. Klaver, ja, dat klopt. Het was Klaver. Die was kennelijk doodsbang daar. En dat kon jij je voorstellen. Ja, dat kan, ja, nou ja. Het gaat hard, hè, in zo'n peloton. Ja, het is wel. Niks. Het gaat heel snel en je moet daar, maar goed. We zijn aangekomen bij het tweede gesprek dat we gaan voeren.
een langer gesprek weer. En dat gaat over de vermeende kloof tussen de Randstad en de provincie. En misschien ook wel tussen politiek Den Haag en de regio. Wat wordt daarmee bedoeld? Uit recent onderzoek van Wat vindt Nederland bleek in ieder geval dat meer dan de helft van de mensen uit Overijssel zich achtergesteld voelt door de landelijke politiek. En als je de peilingen bijneemt, zie je dat wij hier in het oosten eigenlijk niet op een juiste manier, tenminste statistisch, vertegenwoordigd worden. Anders gezegd, er zijn weinig Kamerleden uit onze provincie. Kiklik, jij was heel lang een Kamerlid uit onze provincie. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat er een Kamerlid uit het oosten in Den Haag actief is? Nou, dat is inderdaad belangrijk, omdat je geworteld bent in een regio, daar woont en daar ook veel ontmoetingen en ook veel kennis en inzicht in hebt. Ja. Kan je ook veel beter de problemen en de uitdagingen in Den Haag vertalen naar, dat je probeert de belangen daar goed te vertegenwoordigen. En op het moment dat er dus inderdaad, dit gaat natuurlijk niet alleen over Overijssel, ook Groningen en Limburg, et cetera, dat er te weinig mensen zijn die hun provincie vertegenwoordigen, is dat een van de redenen dat er zo'n vermeende kloof kan ontstaan? Of speelt er meer? Ja, mijn ervaring, wat ik heb gezien in Den Haag, is dat daar een heel erg Randstad denken is heel sterk. En, wat houdt dat precies in voor de mensen in Deventer die nu kijken van wat is dat Randstad? Nou, je merkt gewoon dat onderwerpen die voor de grote steden en voor de Randstad spelen, dat die heel stevig op de agenda staan. Dat daar een hele sterke lobby voor is. Dat het netwerk heel erg goed met elkaar in verbinding staat. Mm-hmm. En dat daar ook vaak het grote geld sneller naartoe gaat. Mm-hmm. Dat merk je gewoon. En de onderwerpen die voor de regio's belangrijk zijn, daar moet veel harder aan getrokken worden, veel steviger op gelobbyd worden, om überhaupt een klein beetje het voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is mijn ervaring. En wat wel vaak een goede zaak was, als Kamerleden dwars door alle partijen heen, als ze dan samen gingen werken om toch die regionale belangen daar wat beter voor het voetlicht te brengen, dat maakt wel dat er betere resultaten bereikt werden. Dat vind ik ook, dat ook echt wel een taak voor ons ligt, hoor, om Kamerleden uit de regio van allerlei partijen bij elkaar te brengen als het gaat om belangrijke onderwerpen voor Oost-Nederland. En je ziet ook dat Gelderland en Overijssel steeds beter samen opereren en Oost-Nederland tegenover, zeg maar, die Randstad zetten. Dus aandacht vragen voor de problemen in Oost-Nederland. Maar Bert, je zou ook kunnen zeggen, ja, het is nu eenmaal drukker in het Westen. Er wonen meer mensen. Veel meer mensen, inderdaad. Meer bedrijven, meer bedrijvigheid ook. Is het dan ook misschien niet logisch dat de aandacht meer daarop gevestigd wordt? Nou, toch is het niet helemaal waar. Want bijvoorbeeld de regio Eindhoven is economisch sterker dan de hele Randstad bij elkaar zo ongeveer. Mm-hmm. Ik denk ook zelfs dat de regio Deventer aan de A1 en richting Duitsland, dat ook een heel enorme economisch potentieel heeft. Ja. Het gekke is dat in de tijden van grote werkloosheid werd er in de politiek veel actiever over gedacht van hoe gaan we Nederland weer aan het werk helpen. En toen zag je ook dat er banen werden gespreid en dat de instituties over Nederland werden verdeeld. Dat je de grote instituties in Groningen kreeg, maar ook in Limburg, om gewoon banen te creëren. En omdat het nu zo'n, tot voor de coronacrisis zo'n hoogtij is geweest in de economie, doen banen er niet meer toe, want iedereen heeft werk. Het gaat er alleen om van, kan je nog genoeg werknemers vinden? En dan is die Randstad natuurlijk veel interessanter, omdat er gewoon veel meer mensen wonen en veel meer jonge mensen wonen. Mm-hmm. Nou, maar in mijn ervaring was er ook heel veel werkloosheid, ook tijdens Rutte 2, ook in Overijssel, Twente, Drenthe, ook in Noord-Nederland. En toch werden heel veel gevangenissen of een TBS-kliniek of een bedrijf als Urenco in Almelo, die werden allemaal bedreigd met sluiting. Ja. En toen heb ik wel gemerkt dat de regionale lobby, maar ook Kamerleden uit de regio, door samen te werken, die sluitingen tegen konden houden. En dat betekende gewoon dat veel minder mensen werkloos raakten, veel meer werkgelegenheid in stand bleef. En dat actieve spreidingsbeleid voor werkgelegenheid is er niet meer. Maar er dreigde ook heel veel uit de regio's weggetrokken worden aan economische kracht. En daar een dam tegen opwerpen is ook nog echt een uitdaging die steeds wel aan de orde is. Ik neem aan dat jij dat ook wel herkent. Ja, dat is ook een vraag die ik van, heeft de burgemeester wel eens contact met de Tweede Kamerleden, juist om onze problemen van Ron Boten, juist om onze problemen hier
eens met een... Ja, niet alleen een probleem, maar ook een, in termen van oplossingen. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat over de woningnood. Mm-hmm. Hè? Zeker nu, dat is ook wel een leuke bijvangst van de coronacrisis, dat mensen ontdekken, oh, ik kan natuurlijk ook in Deventer gaan wonen en één dag per week naar Den Haag reizen. Als ik maar één dag per week op kantoor hoef te zijn, of, ja. Dan kun je prima hier wonen. Sterker nog, kun je prettiger hier wonen, mm-hmm. betaalbaar wonen, zeker. Meer ruimte. Dus wij proberen niet alleen maar problemen, want we merken ook bij Kamerleden ja. dat ze daar ook wel een beetje bunzig van worden. Maar dat je ook zegt, we hebben mogelijkheden. Ja, maar wacht even, want jij zegt een leuke bijvangst. Tegenover je zit een jong iemand die vermoedelijk een leuk huis wil hebben straks als hij een baan heeft en zo. Maar juist die hele tendens van die Westerlingen die hier allemaal komen met ja, een goed gevulde portemonnee. Ja. Volgens mij zijn die... ik mag chargeren, onze woningmarkt behoorlijk aan het fysieke. Nee, zeker. Nou ja, fysieke vind ik niet... Jawel, fysieke. Ja, ja, niet fysiek, echt gastvrij, ja. hè? Nee, het past niet met David. Nee, maar ik kan een voorbeeld geven. Ik kan een voorbeeld geven. Ik praat regelmatig met mijn makelaar. Die zegt, dan bied ik een huis aan voor 300.000. Ja. En dan komt er inderdaad zo'n koppel uit Amsterdam. En weet je, die meteen 330.000 euro bieden ze meteen. En ja, die mensen die hier wonen, die dat huis ook willen hebben, die hebben ten eerste niet eens de mogelijkheid om dat geld bij elkaar te krijgen. En ze zijn te laat. Dus maak jij daar zorgen om als jongeren? Van ja, ook. Maar ik denk bij jongeren zie ik vooral dat juist jongeren graag naar de Randstad toe gaan. Mm-hmm, en dat juist ook. Vooral de ouderen nu hier naartoe willen komen. Maar je begrijpt dat het daar helemaal onbetaalbaar is inmiddels. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, okay. Maar weet je, daarom ben ik hier. Ja. Dit is precies de reden waarom wij in Deventer hebben gezegd, wij willen echt gaan groeien. En niet alleen voor... zeg maar mensen uit de Randstad, maar juist ook om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn mm-hmm. voor mensen die net afgestudeerd zijn, net aan het werk zijn. Ik zie, je hebt gelijk hoor, want de druk is groot. En met name de duurdere woningen worden veel gekocht door mensen uit de Randstad die dat makkelijk kunnen betalen door daar een huis te verkopen. Ja. Kunnen voor dat geld makkelijk een woning hier kopen. Dus wij moeten echt groeien. Ook voor onze eigen mensen. Ja. Om te kunnen groeien zet Deventer volgens mij ook goed in op een fijn woon- en werkklimaat. Ja. En dan merk je ook bijvoorbeeld als de geld voor cultuur verdeeld moet worden, dan dat de regio veel minder middelen daarvoor krijgt. Ja. En dan is die minder. Lobby ook enorm. Ik ga weer chargeren. We worden gewoon helemaal overgeslagen. Ja, Bert. Dat bedoel heb ik. Jij toch ook gezien? Dus ik vind ook dat we een beetje uit die Calimero-stand moeten komen. Nee, maar is het Calimero? Als het gaat om de cultuursubsidies bijvoorbeeld. Dus breed uitgemeten, stukken gestaan, de correspondent, de Groene, weet ik veel. NRC heeft dat onderzocht, Karel Smout heeft dat gedaan. Het is toch heel opmerkelijk, wordt er dan alleen maar goede cultuur bedreven in het Westen? Nou ja, ik durf te zeggen dat een internationaal documentaire festival zal niet in Deventer snel neerstrijken. Maar die wordt natuurlijk naar Amsterdam gehengeld. Mm. Maar het gaat niet daarom, hè? Het gaat ook om orkesten, koren, het gaat om literaire evenementen. Ik zou er nog wat aan toe willen voegen, want ik denk dat die vertegenwoordiging van de provincie in Den Haag en zo belangrijk is, omdat de provincie ook wat meer oog heeft voor traditie en voor en zich niet zo snel gek laat maken. Ja. En ik vind dat Den Haag best wel heel erg hard meegaat op nieuwe agendapunten die, zeg maar zeggen, in de Randstad heel progressief worden ingestoken. En waar wij van denken in de regio, van nou, zo denken ze bij ons in de stad helemaal niet. Of weet je wel... We laten ons de problemen ook wat minder snel aanleunen. In dat kader zie ik een heel interessante vraag ontstaan daar, of verschijnen op het scherm. Bert Huisjes, is het niet mooi als een publieke omroep bijvoorbeeld in Deventer gaat zitten in plaats van Amsterdam of Hilversum? Ja. Dus dat je hier een soort dependance hebt. Dus we zeggen niet, kom maar helemaal hierheen, maar dat ook een soort redactie hier gaat zijn. Zou dat niet werken? Iedere zaterdagavond hier, bij Eus. Ja. Nou, ik weet dat Eus voor de publieke omroep hier wel eens uit Deventer uitzendt. Ja, heel goed. Ik zou dat heel goed vinden. Ik moet wel bijzeggen dat het zuinig omgaan met middelen bij de publieke omroep best wel een groot punt is. Dus op het moment dat je een reizend circus maakt, is dat een hele dure grap om... Ja, maar wat zeg je nou eigenlijk? Daarmee zeg je dus ook dat het reizend circus... Dus dat circus zit kennelijk al allemaal in het Westen. Nou, nee, daar zitten natuurlijk gewoon... Kijk, in Hilversum zitten natuurlijk veel studio's. Dat zijn gewoon zwarte dozen waar een aantal programma's tegelijk worden opgenomen. Ja. Kijk, ik geloof dat wij bij WNL echt heel veel aandacht hebben voor de regio. Jij zit toch ook gewoon in het Vondelpark een programma te maken? We maken één programma in het Vondelpark. Ja. Dat is voor de elite, voor de bestuurselite. Ja. Maar Goedemorgen Nederland gaat natuurlijk echt heel vaak over de regio. En we halen, we hebben veel mensen uit de regio in het programma. Ja. Onze live verslaggevers staan echt overal in het land.
Dus ja, je kan ook naar de mensen toe gaan zonder de hele studio te verplaatsen, wil ik maar zeggen. Ik heb ook gevraagd aan onze Kamerleden of zij nog tips hebben voor ons in Deventer, hoe wij ons beter kunnen profileren, en die hadden zij wel. Kijk, ik heb hier nu een bus, een stembus, en die staat overal in Deventer. Wat de burgers van Deventer kunnen doen, is hun ideeën hierin gooien. Ja. Heeft u nog tips voor deze mensen? Wat zouden ze kunnen doen? Ik zou, als ik Deventer was, zorgen dat er veel meer aandacht is voor mooie evenementen ook die jullie in je stad kunnen organiseren. En zorgen dat Den Haag daar ook wat aandacht aan geeft. Want als wij hier praten over evenementen of over... Nou, welk onderwerp dan ook, dan gaat het toch wel heel vaak alleen maar over de Randstad. Ja, en het geld wordt ook altijd naar de Randstad. Ja, dat hoor ik ook inderdaad, ja. Nee, maar bijvoorbeeld sportevenementen of zo. Ga alsjeblieft als stad ook bij ons aankloppen als je een mooi evenement hebt. Zodat we in ieder geval dat weten. Zodat er hopelijk ook wat Kamerleden ook richting Deventer komen met de trein. Tip van Lisa voor Deventer, klop wat vaker zelf aan. Ja. Niet nederig zijn. Ja, of nodig Kamerleden uit. Nodig ze zelf uit. Oké, gaan we doen. Ja, het eerste wat bij mij te binnen schiet is laat je horen. Dat is toch het allerbelangrijkste. Ja, hier in Den Haag, maar ook in al die talkshows, weet je wel. Wat er ook heel vaak nog, vind ik, hè. Ja. Gasten vanuit de Randstad zitten. Dus je organiseren en van je laten horen. Ja, je moet het wel afdwingen. Je krijgt het niet cadeau, dat geloof ik wel. Ja, dat hebben die boeren gedaan, maar daar is iedereen ook niet zo blij mee, hè. Ja, het is ook een beetje de manier waarop, hè. Ja, oké. Dus je moet je op een waardige manier laten horen. Ja, dat sowieso, denk ik. Maar goed, je moet duidelijk maken waarom dat in dit geval wat moet veranderen of wat nodig is en ook waar dat toe leidt. Ja. Je moet wel voor je eigen rechten opkomen. Mm-hmm. Oké, dus mensen moeten meer voor zichzelf opkomen en niet gaan zeggen dat het niet goed gaat. Nou, ik geloof er niet in, laat ik het iets scherper zeggen, ik geloof er niet in dat... een beetje gaan sippen daarover van, er is te weinig aandacht voor ons, dat zal de oplossing niet brengen. Nee, je mond open doen, je organiseren, beweging organiseren, van je laten horen. Ja. Ja, je moet het wel afdwingen, daar geloof ik in. Goede concrete tip. Nou, ik denk dat het van belang is dat ook daadwerkelijk inderdaad volksvertegenwoordigers uit de provincies hier in Den Haag hebben. En je ziet toch dat het ondervertegenwoordigd is uit Overijssel, uit Gelderland. Mm-hmm. Dus ik zou de inwoners willen oproepen, kijk naar die verschillende kieslijsten en stem op iemand uit je eigen regio waar jij vertrouwen in hebt. Maar is het ook zo dat die persoon dan ook echt concreet iets kan betekenen voor die mensen uit die regio? Ja, kijk, ik ben natuurlijk niet volksvertegenwoordiger alleen voor de regio Overijssel. Dat doe je voor het hele land. Maar het is wel van belang dat er vanuit alle windrichtingen toch meegedacht wordt. En ik weet gewoon beter wat er bij ons in de regio speelt dan dat mensen uit Zeeland of uit de Randstad dat weten. En er bestaat ook altijd een gevoel van achterstelling. Of het nu Deventer is of Groningen is. Of het nu gaat om culturele potjes of andere. Als wij een beetje in die... achterland een beetje tekort worden gedaan. Is het daar een kern van waarheid in? Ja, dat is zeker zo. We hebben het laatste keer gezien dat bij de verdeling van cultuurgelden, dat geloof ik 80% ging naar de Randstad, waarbij meer dan de helft ging alleen naar Amsterdam. Ja. Kijk, en Amsterdam is een grote stad, is onze hoofdstad, heeft meer culturele voorzieningen. Echt prima dat daar wat extra geld naartoe gaat. Maar dat wil niet zeggen dat, ik geloof in Overijssel en Gelderland, kwam nog geen 4% terecht. Nee. Het zit ook een beetje misschien in de aard van het volk, zeg maar, in Overijssel en Gelderland. Een beetje nuchter en doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. En ook een bepaalde bescheidenheid. En je hoeft helemaal niet grote monden te trekken of wat dan ook. Maar ik denk dat we best mogen laten zien wat er in onze provincies speelt. En daar aandacht voor vragen in Den Haag. Oké. Dankjewel. Nou, ik vind het een heel mooi idee. Misschien kun je het opschrijven. Ja. Ja? Super. Super. Dankjewel. Ja, er werden interessante dingen gezegd. Ik hoorde ook Lilian Marijnissen over de talkshows iets zeggen. Dat er misschien iets te veel mensen uit de Randstad daar zitten. Toch wil ik dat niet op geografisch niveau aanpakken, maar ik dacht misschien ook, Bert, toen wij hierover spraken, heeft het misschien ook iets te maken met het hele sociaal-economische? Dus dat mensen die over het algemeen wat hoger zijn opgeleid,
die misschien allemaal dezelfde interesses hebben, dezelfde series kijken, dezelfde boeken lezen, dat die veel meer vertegenwoordigd zijn in die talkshows. Maakt niet uit waar ze wonen, dan het is een vreselijk woord, maar toch dan de gewone man. Zou dat het ook kunnen zijn? Ja, dat heeft heel erg te maken met de redacties achter de talkshows. Mm-hmm. Dus de redactie achter de talkshow is vaak een samenraapsel van mensen uit Amsterdam, die op de fiets vanuit de grachtengordel naar de redactie komen. Mm-hmm. Dus daar zit vaak een behoorlijk sociaal-culturele bril hebben ze op. Economische dingen zien ze minder goed. Ondernemerschap zit niet erg in hun belevingswereld. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor veiligheidskwesties. Zijn vaak niet. Dus je ziet dat zo'n redactie moet je aan gaan werken om hem representatief te krijgen. Dus niet alleen qua bevolkingsgroepen, maar ook qua skills en qua aandachtsvelden. Dus je moet er niet alleen een goede politieke redacteur bij hebben, maar ook een goede economische redacteur. En het liefst ook gewoon iemand die echt oog heeft voor de provincie. Weet je wel? Mm-hmm. Dus dat je zegt van ja, dat kunnen we in de Randstad wel zeggen, maar dit denken ze in Deventer echt niet, hè? Dus of in Deventer kijken ze er heel anders tegenaan. Mm-hmm. En dan zeg ik niet dat precies iemand uit Deventer moet zijn, maar gewoon iemand met echt voeling vanuit die regionale pers. De regionale pers wordt vaak ook een beetje op neergekeken, terwijl dat totaal onterecht is. Want je wil weten wat er in Zwolle of in Limburg gebeurt, omdat dat vaak hele belangrijke aspecten zijn om te behandelen in Den Haag of aan de talkshowtafel. Het is een van mijn favoriete onderwerpen, Kiklik, die vermeende kloof. Tegelijkertijd vraag ik me ook af, kan het gevaarlijk zijn om die steeds te benoemen? Ik bedoel, je moet het benoemen natuurlijk, maar worden daardoor ook misschien wel groepen tegen elkaar uitgespeeld? Je ziet bijvoorbeeld de boeren. Als het gaat om de boeren die dan toch op een of andere manier enorme afkeer hebben van... Ja. Ik denk, door het te benoemen komt er meer aandacht voor. En mensen die zich achtergesteld voelen, die zullen sneller zeggen inderdaad van... Ja, zie je wel, er is ook afstand. Aan de andere kant denk ik dat als je het niet benoemt, dat het nog gevaarlijker is. Ja. Want het is wel goed om de vinger erop te leggen. Waardoor er een soort bewustzijn ontstaat. Waardoor ook omroepen, maar ook politici daar zich steeds bewuster naar gaan gedragen. Ja, maar het ding is, dat weet jij misschien ook, we hebben in Deventer tegenwoordig ook een politieke partij. De Boerenburgerbeweging. Ja. Dat is echt een protestpartij. Nog los van het boerenverhaal. Ook omdat zij zich inderdaad niet vertegenwoordigd voelen door... Hilversum. We hebben vreselijke dingen gezien met de NOS-verslaggevers en busjes, et cetera. Is dit ook een uitvloeisel van die vermeende kloof die er is? Ja, dat denk ik wel. Tegelijkertijd snap ik ook wel heel veel boerenbedrijven die bedreigd worden in hun bestaan. Omdat ze heel erg terug moeten in hun productieaantallen. Kijk, iets anders is als ze geweld gaan gebruiken. Als ze overheidsgebouwen gaan bezetten. Dat zeg ik, dat kan niet. Maar ik vind wel dat hun perspectief ook veel beter meegewogen mag worden. En dat in ieder geval hun zorgen beter vertolkt mogen worden. Ook aan de talkshow. Tafels, maar ook in beleid, ook in raadzalen. Mm-hmm. En niet om precies te doen wat zij willen, maar om toch hen ook goed te begrijpen, zodat je toch betere compromissen kan sluiten. Ja. Nou ja, in dat kader, burgemeester, ik zie daar staan, het Oosten profileert zich slecht en wentelt zich in bescheidenheid. Een assertieve speelstijl is nodig, dat zegt Marien uit Van Schijndel. Ik ben het van harte met hem eens. Ik, dat woord bescheidenheid gebruik ik nooit. Nee. Want ik vind, hoe meer je dat benadrukt, hoe sterker het wordt. Want je bevestigt eigenlijk precies wat je niet geen wil. Geen reden tot bescheidenheid. Er is geen reden tot bescheidenheid. Ik zeg altijd, wij moeten gewoon zelfbewust zijn. En we hebben hier fantastische mogelijkheden. Jij zei al, even sociaal-economisch, liggen hier prima kansen. De woningmarkt biedt mogelijkheden. Dus ik probeer ook altijd gewoon uit te gaan van onze eigen kracht. Ja. En als we dus in contact met de Haagse... met Kamerleden, maar ook met departementen, gaan we altijd uit van onze eigen kracht. En dan komt het ook wel onze kant op. Dat hebben we gezien met de woningbouwimpuls die we gekregen hebben. De laatste ronde niet, maar daarvoor wel. Ik vond het wel mooi. Rob de Geest, onze wethouder, zei tegen de ambtenaren die erover gingen, ken je Deventer? Nee, zeiden ze, ken niet. Toen zei Rob, weet je, je moet eens een keer een weekendje hier naartoe komen. Dat heeft de betrokken ambtenaar gedaan. En die was enorm onder de indruk. Zo was het de mooiste stad van Nederland. Ja. Maar dat is het, hè. De regio is heel mooi. Overijssel is heel, heel mooi. Alleen heel veel mensen in de Randstad weten dat nog niet. Dat is wel iets. We moeten het wel vaker vertellen. Ja. Dus het onderstreept ook het belang van misschien lobbyisten zelf, maar ambassadeurs eigenlijk. Mensen precies. Die dat gaan doen. Maar je moet er toch bij zeggen dat Deventer daar toch wel echt heel succesvol in is geweest. Hè. Ik bedoel, als je kijkt naar
de boekenmarkt. Als je kijkt naar Deventer op Stelten, het Charles Dickens Festival. Ik bedoel, het is een van de weinige steden die zo succesvol is geweest om landelijke events te genereren. Mm-hmm. Die enorm veel publiek hebben aangetrokken. Dus kijk, ik vind dat Deventer zichzelf eerlijk gezegd heel goed verkoopt. Ik bedoel, kijk, als we kijken naar de Brink en alles wat er omheen staat. En de prachtige historie van die stad. De prachtige ligging aan die IJssel. Ja, nu klink ik als een ambassadeur. Ja, maar, is heel goed. Ga door. Ik bedoel, kijk, dat is iets. Dit is niet iets wat je moet verkopen. Dit verkoopt zichzelf. Bij wijze van spreken, als je het gezien hebt, dan weet je dat het. Iedereen dat het die klopt. Hier geweest is, die vindt het prachtig. Ja. De truc is, haal je de mensen hier naartoe. Hè? Ja. En daar zijn die festivals die jij noemt echt heel van groot. David, wil jij ook hier blijven, gewoon de rest van je leven? In Deventer? Dat weet ik nog niet. Ik ben hier weggekomen voor de studie eerst. En wat ik later op mijn pad kom, dat moet nog gaan blijken. Maar kan een bestuurskundige werken in Deventer? Ja, hoeveel bestuurskundigen kan je hebben als je zo'n opleiding hebt? Hè? Ja. Ja, je kan er burgemeester mee worden. Uiteindelijk. Bewijs het aan tafel. Ik bedank jullie heel erg. We gaan naar Fransje Immink. Jij hebt voor ons iets gemaakt. We kunnen het zien op het scherm. Dus even kijken, kun je het allemaal goed zien? Even kijken, wat zie ik? Ja, misschien moet je het even zelf uitleggen. Ja, wat we hier zien, jij staat inderdaad bij de twee heren en de dame die aan het begin. En ik moest heel hard lachen toen vooral de dame zei dat de ideeën vooral origineel en praktisch moesten zijn. Want ik denk dat hele originele ideeën, daar zit altijd wel iets onpraktisch in. Dat zijn vaak innovatieve ideeën waar best wel veel voor moet gedaan worden. Dus ik had inderdaad origineel en praktisch. Jullie zijn zeker ambtenaren. Ja, dat vond ik wel een fijne manier. Ik heb inderdaad erg snel nog even getekend. En er is nog een andere, dus dit vond ik wel. Ik denk namelijk wel dat wil je innovatie, wil je andere dingen, maar moet je niet meteen in praktisch denken. En ik had nog een andere tekening, maar ik weet niet of die erop komt. Ik weet het ook niet, ik heb hem niet. Nee. Ik vind wel dat je mij heel stoer hebt getekend trouwens. Ja, mooi hè? Ja, ik herken je best wel. Ik zie wel echt wel. Ja, mooi dun ook, dankjewel. Ja. En die andere tekening, kunnen wij die ook zien? Ze zijn nu heel hard misschien bezig. Ja. Ik kan hem even zo een soort van... laten zien, is dat handig? Ja? We zien jullie allemaal aan tafel. En jullie zijn heel hard in gesprek. Het was het eerste gesprek en ik vond dat erg interessant. Want het ging heel erg over jeugd en de jongeren en al die problemen. En zelf ben ik naast tekenaar ook docent aan Saxion. En mijn man is meester voor groep 1 en 2. Dus wat heb ik gezegd? Ik heb gezegd belang van democratie, fake news, kritisch denken, studieschuld. Ik heb de oplossing voor al jullie problemen. Onderwijs. Investeer in onderwijs. Mooi. Want dat onderwijs, denk ik. Onderwijs, onderwijs. Gaan we meenemen. Heel erg bedankt. En we gaan deze tekeningen met jouw permissie ook op onze website zetten. Helemaal. Vind je dat goed? Ja. Heel erg bedankt. En dan zien ze ook de anderen. Vera. Ja, dat was even monnikenwerk, denk ik, zo in de beperkte tijd die jullie hadden gekregen. Jullie hebben zoveel mogelijk briefjes doorgenomen, denk ik. Allemaal. Allemaal zelfs? Oké. En best gedaan. Ja? En we hadden net al een update, maar is er nu iets waarvan je kunt zeggen, ja, dat thema komt wel echt vaak terug? Ja. Anke? Jongeren missen plekken waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Jongeren? Ja, maar is dat nu omdat er een lockdown en avondklok is? Of missen ze die überhaupt? Die geluiden horen we al wel langer. Ja? En nu is het natuurlijk wel extra door de corona. Maar het is een geluid dat je heel vaak hoort. Weinig uitgaansgelegenheden. Ja. Sowieso beneden de 18. Hè, waar moet je heen? Dus ze missen plekken. En wat jongeren ook aangeven is dat ze vaak verdreven worden. Doordat ze mensen dan vinden dat er te veel geluid is. Dus waar kunnen ze zowel buiten als binnen elkaar treffen zonder dat ze anderen tot last zijn? Pas in de speeddate, een van de onderwerpen die terugkwam. Van de week bij de opname bleek ook dat jongeren zeggen van weinig plekken, dat hoorde ik. Maar ook de gebrek aan tolerantie vind ik vaak van ouderen. Dan zeggen we, weet je, dan heb je eens even overlast. Maar hoe erg is dat nou werkelijk? Het is heel snel, wordt als jongeren samenkomen in Deventer, wordt gezegd, dit is overlast.
En dan vind ik dat, ja, dan denk ik ook van, hou eens even op jongens. Gun die jongens ook eens even dat ze bij elkaar zijn. Mm-hmm. En dat gaat vanzelf weer over. Huh? Henk, is er een idee, een plan, ja, dat jouw partij gaat overnemen? Nou, even nog één opmerking. Wij vinden met z'n allen jongeren steeds heel erg belangrijk. Ja. Maar we hebben elkaar een beetje in de ogen gekeken, ook als raadsleden. Dan zijn wij een heleboel voorstellen, houden we niet echt rekening met jongeren. En dat is eigenlijk heel vreemd. De jeugd heeft de toekomst en we vinden het allemaal belangrijk. En toch doen we dat op de een of andere manier niet. Nee. Wij moeten nog wat dingen uitwerken. Maar de positie van jongeren, wij willen ook als stad willen we groeien. En dan heb je ook aanwas van jongeren nodig. Dan moeten meer faciliteiten en voorzieningen voorkomen. Nou ja, en dat gaat ook over evenementen. Hè? Want ja. Een paar jaar geleden hebben wij wel al in de raad, hadden we het toevallig net even over, een paar jaar geleden hebben we al wel in de raad het initiatief als hele raad genomen om meer evenementen voor jongeren te hebben. Hè? Dus naast de boekenmarkt werd geloof ik al even genoemd, ja. en Dickens. Maar dat we ook echt evenementen willen die ook echt gericht zijn op jongeren. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een museumnacht in Deventer. En dat zijn wel dingen waarvan we hebben gezegd van, nou, daar moet meer aandacht voor zijn. Ja. En wat Henk dan ook terecht zegt. Maar concreet voor jou, GroenLinks, wat dacht jij van, ja, dat hoort echt bij mijn partij. Dat ik schaam me een beetje, Eus, want ik hoorde een collega van mij, Lisa Westerveld, zeggen dat ze die kleuren van Go Ahead zo lelijk vindt. Ja. Dus ik heb zoiets van, nou, misschien moeten we dan maar die IJzertribune gaan uitbreiden. Volk zodat wel. We Lisa mee kunnen nemen, dat ze kan genieten van die mooie kleuren. Oké. Zeg jij nu dat GroenLinks Deventer voorstander is van de uitbreiding van Westerveld? Nee, dat ga je me niet horen zeggen. Oh, nou, ik dacht wel dat je het zei bijna, ja. Nou, ik denk wel dat... Pak je de bierstijl er ook mee? Of, nou, ik heb geloof ik, Alex Kroes heeft daar van de week ook al iets over gezegd. Klopt, ja. Dus dan moeten we alles in één keer... Ja, jullie kunnen helpen, financieel. Wie weet. Ja. Maar nee, even voor zonder gekheid, iets concreets nog? Nou ja, wat ik dus wel, ik sluit wel aan bij Henk ook met die jongeren. Ik denk dat wel echt heel belangrijk is, dat we daar ook in ons maar bereik... Maar als dit nu een beetje gek klinkt, maar jullie wisten toch al lang dat er jongeren in Deventer waren en ook jongeren die tegen dingen aanliepen. Hadden jullie nou echt zo'n bus nodig om tot dat inzicht te komen? Dat is niet zo. En toch is het wel goed dat je er op deze manier toch een beetje met de neus op de feit hebt. Dat is misschien wel het heel veel jongeren. Ja, en dat is wat jullie missen, want jullie hebben die contacten normaal niet. Hè. Normaal zeg jij al, hebben we allemaal bijeenkomsten, die zijn er nu allemaal niet. Dus je komt nu ook weinig mensen tegen. Dus in die zin is het goed dat dat benadrukt wordt. Anke, jij nog iets specifieks voor de PvdA? Nou, wat ik wel heel erg leuk vond, vroeger was er een zwembad in de IJssel naast het pontje. Okay. En dat vind ik wel een heel leuk idee. Dat wil ik eigenlijk wel eens even uitzoeken of dat in de ere hersteld zou kunnen worden. Oké, okay. Dus PvdA Deventer gaat zich hard maken voor een zwembad in de IJssel. En dan schoolzwemmen weer verplicht. Jij denkt dat we dat in ons eentje nu hier even kunnen bepalen? Nou ja, ik zal wel een balletje opwerpen. Ik ga wel een balletje opwerpen. Ja, dat zou heel zitten. Ja. En als het gaat even om die gezamenlijkheid, misschien iets wat jullie samen... Samen hadden we dus bedacht... De jongeren. Ja, oké. Okay. En ik vroeg me ook af, jullie hebben alles gelezen. Stond er iets bij voor de burgemeester eigenlijk? Ja. Ja. Is dat bij de corvée-lijstje? Ja. Vertel eens. Geen handhaving. Oh. Ja. Minder. Dan kunnen we eens een beetje proberen te kijken wat er gebeurt. Minder politie, geen handhaving. Meer wijkagenten die er oprecht zijn voor de mensen in de wijk. Ja. Die briefjes hadden van mij kunnen komen. Ja. Ja. Dat er een berg snoep voor de deur ligt. Was die voor ons? Ja. En dat de burgemeester van Deventer beslist dat rijkeren meer belasting moeten betalen. Twee keer. Nou. Ik weet niet of er zitten een paar ingewikkelde dingen. Ja, dankjewel. Ja, je krijgt straks de hele stap. Jullie allemaal bedankt voor jullie deelname, dat je alles wilt doornemen. Burgemeester bedankt, gasten bedankt aan tafel. Vera bedankt, sowieso iedereen bedankt. Rest mij nog om de winnaar bekend te maken van de quiz. Dat is Vincent Brink. Gefeliciteerd, jij krijgt het boekenpakket. En ik wil u allemaal bedanken voor het kijken en wellicht tot de volgende keer. Nog een fijne avond. Hoe lang nog zullen de vruchten onze levenslusten vrij verkrijgbaar zijn? Wie verzekert ons van luxe op de lange termijn?
sluit verzekering na verzekering, maar ik voel me verre van zeker in deze onzekere tijd. Klamp me vast aan de bankrekening, ik ben bang dat de prijs stijgt. Hoe diep moet je graven, hoe ver moet je gaan om de bodem te raken? En hoe weet je dat je stopt voordat het te laat is? Ik zie overvolle steden, steeds meer bolle buiken, moeders oververmoeid. Waar moeten al die baby's wonen? En waar ga je met je tranen naartoe? Als we reclame geloven, wie houdt zijn ogen dan open voor de waarheid? Als we achter elkaar aanlopen, wie is het die omkijkt? Het water stroomt en stroomt en stijgt, maar stopt bij de kade. Het is net alsof ze weet dat het voor rampspoed te laat is. De zon komt op, de zon gaat onder. Ik sta op en ergens vallen bommen. Maar ik leef nog steeds als ik dit zeg. Zou eigenlijk niet mogen. We blijven maar stoken, maar ja, een mens is ook maar